Goedenavond, dames en heren. Welkom hier in de raadzaal bij de commissievergadering van 4 april 2016. Ook de mensen thuis die naar ons luisteren of kijken, van harte welkom. En daarmee heb ik deze vergadering geopend. En dan wil ik even mededelen dat de heer Rooijakkers zich afgemeld heeft. Hij wordt vervangen door de heer De Graaf van D66. En we hebben afmeldingen ontvangen van de heer Lochtenberg. Punt 2 van de agenda, spreekrecht burgers. We hebben geen aanmeldingen van burgers gehad. Dus gaan we verder met punt 3 van de agenda, vaststelling agenda. Ik mag voorstellen, of ik neem aan dat u daarmee akkoord gaat, dat wij conform het voorgestelde agenda af gaan wikkelen vanavond. Ik kijk even rond. Ik zie geen reacties. Dan hebben we punt 3 ook afgerond. En daarmee is denk ik het snelste deel van de vergadering al ligt al achter. Verder met punt 4 van de agenda. Eerste wijziging, leesjesverordering. Verantwoordelijk wethouder in eerste instantie de heer Van Leeuwen, omdat dit een financiële kwestie betreft. Maar het betreft de aanleg van glasvezel in het buitengebied van onze gemeente, om die mogelijk te maken. En daarvoor heeft het college in februari ingestemd met de voorwaarden waaronder het SIF dit kan gaan aanleggen. Die onderhandelingen zijn gevoerd door wethouder Agricola. Vandaar dat tijdens dit punt hij ook ons van informatie kan gaan voorzien. Doel is om eind 2017 in 9 gemeenten de glasvezel te hebben gerealiseerd. Uit die afspraken volgt onder meer dat een wijziging van de leesjesverordening nodig is. Daarom is dit punt op de agenda geplaatst. De raad wordt dus voorgesteld om de wijziging van de leesjesverordening vast te stellen. Deze wijziging is een wijziging in de tarieven. Ik wil dit in 2 ronden gaan behandelen. Een informerende ronde, dus waarin u de vragen kunt stellen. En daarna een opinierende ronde. En wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Mevrouw Ramerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Zoals u weet staat het CDA voor leefbaarheid en goed vestigingsklimaat in het buitengebied. Hier hoort een correcte oplossing voor het digitaal verkeer zeker bij. In dit geval breedbandinternet. Echter, we hebben in de gemeente Dalfsen wel te maken met 2 situaties projecten. Het SIF, waar we het nu over hebben, en ontwikkelingen bij Nieuw-Leuzen Synergie. Ik lees in dit voorstel een aanpassing van de leesjesverorderingen met betrekking tot werkzaamheden buiten de bebouwde kom. Een vraag die bij ons dan nog leeft, die we graag bevestigd krijgen. Mogen wij stellen dat er door deze aanpassing van de verordening geen verschil gaat ontstaan met de behandeling van dit project, het SIF, en het nog volgend project Nieuw-Leuzen Synergie? Met andere woorden, wij gaan ervan uit dat het bij het project Nieuw-Leuzen Synergie om dezelfde bedragen dus tekorten gaat, want het CDA staat voor gelijke behandeling op tarief en voorwaarden. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Meneer Wildvang, ik onderbreek u even. Wilt u uw knopje nog een keer weer aan en uit doen? Want de microfoon doet het niet. Zal ik er nog een poging wagen? En dan met name die laatste vraag. Ja, sorry, Arie, het is even niet anders. Het gaat even om de 4%, de laatste 4% waar kennelijk van verwacht wordt dat het zodanig duur zal zijn dat die niet meegaan in het contract of in de afspraken. En de vraag is of er een bindende afspraak met die aanbieders wordt gemaakt dat die maatwerkoplossing er ook daadwerkelijk komt. En dat we dus niet de situatie krijgen dat er straks 4% in het buitengebied helemaal verstoken van wat dan ook blijft. Dank u wel, meneer Koetsier. Zeg ik dank u wel, meneer Wildvang. Meneer De Graaf, D66. Deze doet het wel. Voorzitter, ik heb een iets andere vraag met betrekking tot het onderwerp. Om de aanleg van breedband in het buitengebied mogelijk te maken, moet artikel 1.13 van de verordening aangepast worden. En die argumenten die snap ik. Maar dan volgt een financiële berekening met als uitgangspunt dat de werkelijke kosten van de gemeente moeten worden vergoed, oftewel de legers dienen kostendekkend te zijn. Om vervolgens, blijkt uit het raadsvoorstel, een verwacht tekort te presenteren van 38.000 euro, waarover de raad te zijnen tijd wordt geïnformeerd. Mijn vragen zijn dan,
Betekent dit dat er met dit raadsvoorstel al een akkoord wordt gevraagd voor dit mogelijk tekort? Kan het afwijken van het uitgangspunt dat legerskosten dekkend moeten zijn leiden tot een precedentwerking? En de derde, lopen we enig risico dat bij een eventueel tekort van 38.000 euro dit gezien kan worden als een vorm van subsidie? Tot zover. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Schuring, VVD. Dank, voorzitter. Ja, we zaten ook een beetje met de twee situaties die we hier in de gemeente hebben, maar hij werd net door het CDA al even benoemd, het gelijktrekken en de mogelijkheden van de SIF en de synergie. Hiernaast hoorde ik al eventjes het gebied van de projectmanagement. Wij hadden de vraag geformuleerd, projectmanagement, is dat gebruikelijk dat het in de leges ondergebracht wordt? En dekkend en tekorten, ja, dat was ook wel een vraagtekentje die erachter stond. Hoe zit dat? Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een paar vragen zijn eigenlijk al heel mooi ingeleid. Eén is van door de fractie van de PvdA gedaan. Wij zaten ons ook af te vragen van aan de ene kant de nauwkeurigheid van het maandbedrag van 9,95 op de cent nauwkeurig zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant de onzekerheid over die 4% maatwerk. Wat is daar over afgesproken? Zit daar ook een maximum op? Dat is onze eerste vraag. Tweede vraag is van, wordt gesproken in het voorstel om de verordening te wijzigen in de zin van dat er door een college opgestelde begroting beschikbaar zou zijn? Onze vraag is van, is die op dit moment beschikbaar voor deze onderbouwing? Dan gaat hier over die 93.000 euro. En wat is hierin wel en niet meegenomen? En wat zegt dat over de toekomstige invulling van dit artikel in de verordening? Derde vraag die we hebben van hoe groot acht het college het risico dat de 50% drempel niet wordt gehaald? En welke maatregelen zijn hierop benoemd? Tot zover onze drie vragen. Dank u wel, meneer Nijkamp. Iemand van gemeentebelangen? Dan ga ik in eerste instantie naar meneer Van Leeuwen als verantwoordelijke wethouder. En waar nodig zal de heer Agricola verder aanvulling geven en ze worden bijgestaan door de heer Nijkamp als verantwoordelijk ambtenaar. Dank u wel, voorzitter. En de vragen zo gehoord hebben, dan zullen we ongetwijfeld alle drie aan het woord komen. Met uw goedvinden natuurlijk. Mevrouw Rameman, de aanpassing van de leges buiten de bebouwde kom. Betreft inderdaad de leges buiten de bebouwde kom, omdat het SIF zich uitsluitend richt op aanleg van glasvezel buiten de bebouwde kom. En daar gelijk aan gekoppeld worden dan beide projecten gelijk behandeld. Onze stelregel is gelijke monniken, gelijke kappen. Dus het antwoord is ja. Partij van de Arbeid, de 4% oplossing, die wil ik toch even, want dat is een onderhandelingsresultaat, naar collega Agricola doorschuiven. De heer De Graaf, de aanpassing van de leges dienen kostendekkend te zijn, maar er is een tekort van 38.000 euro. Daar is een antwoord op te geven, maar dat zou ik aan de heer Nijkamp willen verzoeken om dat even te doen. Dat heeft te maken met de duur van het projectmanagement, wat veel langer loopt dan aanvankelijk verwacht is. En dat heeft weer te maken met regels die door provincie iedere keer veranderd zijn en worden. Maar daar komen we dan zo wel even op terug. En dat geldt dan tevens voor de 38.000, of dat niet een vorm van subsidie is. Een terechte vraag. De VVD vraagt of het projectmanagement wel in leges verrekend dient te worden. Ik denk dat de heer Nijkamp daar ook prima een antwoord op zou kunnen geven. En de ChristenUnie in het verlengde van de vraag van de Partij van de Arbeid, de 4% en de 9,95, daar kan de heer Agricola ongetwijfeld op reageren. Het veranderen van de verordening op basis van een begroting vraagt u naar. Dat heeft ook te maken met die 38.000 die tekort is. Misschien dat de heer Nijkamp dat mee kan nemen. En hoe groot achten we de kans dat 50% niet wordt behaald? En dan praten we over het Dalfser grondgebied, het initiatief van de mensen van het glasvezelinitiatief van Dalfsen. Persoonlijk, maar ik laat het ook even aan collega Agricola, maar persoonlijk acht ik
die kans heel klein dat we dat niet zouden halen. Maar dat laat ik graag even aan de collega's over. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Meneer Agricola, mag ik u het woord geven? Ja, dank u, voorzitter. Meerdere fracties hebben de vraag gesteld over die 4%. Het is zo van dat wanneer er 50% van de bewoners van het buitengebied aangeeft zich te willen aansluiten, dan is dat de uitkomst dat 96% wordt aangelegd. Zou het 7% van het buitengebied zijn, dan wordt die 4% verkleind naar misschien 3 of 2%. Maar de doelstelling is en blijft dat iedereen die wil aangesloten kan worden. Als mensen zelf zeggen zij geen prijzen stellen op glasvezel, is dat niet afdwingbaar. Maar wat het geval wel kan zijn, is dat in die percelen die dus vallen onder die 4, 3 of 2 procent, dat zullen dus de hoofdzaak dat onrendabele gebieden of de onrendabele percelen zijn, dan is het zo dat bij bijbetaling, wij spreken zeer wel mogelijk is, dat ze glasvezel krijgen. Dus onder normale gevallen is het basistarief plus €9,95 per maand, wat iedere maand ook weer opzegbaar is. Maar wij spreken van, het kan best zo zijn dat een aantal percelen misschien €1000 moeten betalen om alsnog glas te kunnen krijgen. Of ze moeten wat zelfwerkzaamheid verrichten. Dus het is maatwerk wat bij die percelen geleverd gaat worden. Dus doelstelling is iedereen aansluiten. Wordt de 50% gehaald? Dat is afhankelijk van de vragenbundeling. We hebben gezien dat in Twente is met name, dat was het, is naar spannend geweest in zowel Dinkeland als Tubbergen, maar in geval van in de laatste dagen is er nog een rally geweest en kwam men boven die 50% en kon daar begonnen worden met de aanleg. Dat aangaande de 4% en de 50%, voorzitter. Dank u wel, meneer Agricola, en dan meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik even ingaan op de vraag over de werkelijke kosten, of die wel of niet vergoed worden. Er is een begroting opgesteld. En die sluit ook aan op de vraag van de ChristenUnie. Die begroting die is niet volledig kostendekkend en dat komt puur omdat wij al meer dan 3 jaar volop in overleg zijn met zowel het buitengebied Dalfsen als ook met de provincie. En er zijn nogal wat spelregels veranderd en er is nogal wat gewisseld tussendoor. Dus daar heeft er gewoon voor gezorgd dat wij behoorlijk wat kosten hebben gemaakt aan de voorzijde, en dat zijn die projectkosten. Normaal gesproken worden voorbereidingskosten wel die kunnen doorbelast worden. Nou is het met lesjes even zo dat wij nooit meer mogen heffen dan dat we eigenlijk daadwerkelijk aan kosten maken. Dus daar moet je eigenlijk de basis op oriënteren. Het is de vraag, hoe kijk je aan tegen die 3,5 jaar, bijna 4 jaar die we al bezig zijn? Is dat reëel om dat daar allemaal neer te leggen? Dat is een vraag. Ik kan hem in elk geval niet volledig beantwoorden. Maar er was wel ook de vraag over van, is die 38.000, is dat dan subsidie? Ik kan niet met 100% zekerheid zeggen dat het subsidie is. Maar normaal gesproken, als er een normale aanvraag zou komen en je zou hem normaal beoordeeld hebben, dan hadden we die kosten veel lager gehad. En dan had je hier in elk geval geen royaal tekort gehad. Dan had je waarschijnlijk een klein tekort of misschien ook nog wel iets overschot. Maar er zit ook een stukje degeneratie in en die zit hier ook bij in. Dus de gemeente die mag ook wel wat overhouden van het geld om in de toekomst stenen die volop beschadigd zijn en dat soort zaken, dat noem je degeneratie, om die daaruit te vergoeden. Dus het is niet zo dat het SEC op dit moment baten en kosten, dat die volledig gelijk moeten zijn. Is het gebruikelijk om projectmanagement alleen altijd in de leges op te nemen? Wel als die puur aan dat project gebonden zijn. Wij hebben behoorlijk wat overleg gehad met de provincie. En daarbij zijn er nogal wat afspraken gemaakt die
op twee fronten eigenlijk betrekking hebben. En dat is ook nog het onderdeel van Nieuw-Leuzen-synergie. Ook daar heeft het betrekking op. En daar komen we straks niet opnieuw voor terug, want die vraag werd al gesteld, komen we opnieuw. Nee, wij komen niet opnieuw terug voor Nieuw-Leuzen-synergie, want daar hebben we de verordening anders liggen. Dan kunnen we ook een project specifiek onderdeel aanmaken voor dat gedeelte. Zijn de kosten voor de leges voor Nieuw-Leuzen-synergie gelijk aan, als je binnen de kern kijkt, aan wat de rechtvaardiger destijds betaald heeft? Ja, want daar gaan we niet aan tornen. Die blijven gewoon intact. Maar dat heeft ook puur te maken met de diepteligging waar afspraken over gemaakt zijn. Die zit nu op 40 centimeter in het buitengebied. En juridisch hebben we dat laten onderzoeken of er daar risico's lopen. Dat doen wij als gemeente niet. Maar daardoor kun je veel sneller aanleggen. En daarom kun je op een gegeven moment ook kijken van, hey, die leges, ja, die brengen dan wel meer op. Omdat die snelheid er is, kun je met minder uren toezicht doen. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. Voorzitter, ik dacht dat ik het meeste gehad had en misschien alles, hoop ik. Ik loop er even langs, ja, want even kijken, ik dacht dat er nog een vraag was van D66 of dit een akkoord was voor dit tekort. Misschien dat meneer Van Leeuwen daar iets over kan zeggen. Nou, dat is niet de vraag die hier gesteld wordt. Hier wordt de vraag gesteld of u in kunt stemmen met de wijziging van de leges op dit gebied. En daaruit vloeit voort dat er een tekort uitkomt. En daar zult u inderdaad te zijnde tijd nog een hamerslag op moeten geven. Het gaat hier nu puur en alleen om de leges. Maar laat ik zeggen dat het een winstwaarschuwing is. Ja. Als ze niet groter worden. Even kijken, alle vragen beantwoord naar voorzitter. Meneer Wildvank. Ja, ik zou nog wel graag toch iets aanvullends willen vragen over die 4%. Ik bedoel, ik snap het antwoord. Ik snap ook dat er een sprake is van een vrijwilligheid. Dat is volstrekt helder. Maar ik voel toch ook wel aankomen dat er wellicht een categorie is die in het buitengebied woont. En waar de oplossing niet gevonden gaat worden. Simpelweg omdat de aanbieder het veel te duur vindt. En uiteindelijk degene die het zou willen hebben ook, want die zou dan de volledige kosten moeten gaan dragen. Dus dan dringt zich de vraag opnieuw op van waarom is hier nou ingestemd met die 96%. Hier geldt toch ook iets een solidariteitsbeginsel. Hier hadden ze gewoon moeten zeggen veel alles of niets. En alles is dan 100%. Dus ik snap niet goed waarom we hier accepteren dat 4% mogelijk verstoken blijft. Meneer Griekelaar. Nou, de doelstelling is dat die 4% niet verstoken blijft. Maar dit was het maximaal haalbare wat wij konden uitonderhandelen met SIF. En daar moeten we het mee doen. En als het niet mee akkoord ging, dan gaan ze niks aanleggen. Kort maar krachtig, meneer Hof, gemeentebelang. Voorzitter, dank u wel. Ik had geen aanvullende vragen gesteld, omdat ze allemaal al gesteld waren. Maar ik zou toch wel graag wat door willen vragen op de vraag van mevrouw Rameman. Dat betreft de gelijke monniken, gelijke kappen voor het SIF-project en Nieuw-Leuzen-synergie. Als ik het goed begrepen heb, dan vallen de voorwaarden voor de bebouwde kom. Die zijn vergelijkbaar als Regenfiber. De voorwaarden voor buiten de bebouwde kom, die zijn vergelijkbaar met SIF. En het uitgangspunt is dat er dan meer dan 40 kilometer kabel in het buitengebied, in de openbare ruimte, gegraven wordt. Nieuw-Leuzen-synergie valt ook boven die 40 kilometer. Wie is de technische man die daar antwoord op kan geven? Meneer Nijkamp? Ja, voorzitter, ik wil er wel even een antwoord op geven. We hebben vooraf al een berekening gemaakt waar het Nieuw-Leuzen synergie op uit zou komen. En die zou ook boven die 40 kilometer zitten. Anders zou het een onlogische grens zijn in onze legesverordening. Dank u wel. Dan zijn denk ik alle vragen. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ja, toch nog even over die 4%. Is er gesproken met SIF en is er nog een kans om daarover te spreken als het gaat over die 4% om te zeggen van dat daar ook een maximum bijdrage wordt afgesproken? Want het geeft natuurlijk wel een zekere het geeft een onzekerheid voor in ieder geval 4% van die aansluitingen, waarbij ik nog niet eens zeker weet of die mensen zelf op de hoogte zijn van het feit dat ze onder die 4% vallen. Dus dat geeft een beetje een onzekere uitkomst. En in die zin, het motto wat in Nieuw-Leuzen geldt om bebouwde kom en buitengebied in één klap mee te pakken en dan wel voor 100%. Dat is wel een mooi uitgangspunt wat we hier ook wel graag zouden zien.
Dus wat voor mogelijkheden zijn er nog? Meneer Griekelaar. Het is nu nog niet bekend wie die 4% is. Maar de afzonderlijke adressen, aansluitingen dus, van die 4% is niet gelijk. Dus wat dat betreft, dat zal per ieder aansluiting zal dat een ander bedrag zijn. Dus daar is niks over te zeggen. Daarnaast is natuurlijk SIF heel strak en duidelijk. Die wil geen cent overheidssteun hebben. Ook niet van de gemeente. Want bij spreken, dan is het dus staatssteun. En daar zijn ze als de dood voor. Want dan komt men, of men raakt men verzeild in juridische procedures. Maar het uitgangspunt is en blijft, meneer Nijkamp, dat we graag iedereen willen aansluiten. Maar van de een zal, of van die mensen van die 4%, dat zal een paar centen kosten. Maar hoeveel is op dit moment niet te zeggen. Voorzitter, mag ik er iets op aanvullen? Nee, Hof. Volgens mij begint er nu een kleine discussie te ontstaan, terwijl het project iets gunstiger in elkaar steekt. Die eerste 4%, dus die 4% die buiten de normale aansluitingen vallen, die krijgen allemaal een aanbod. En die krijgen dat aanbod voordat de vraagbundeling gestart wordt. Dus die 4%, dus op dit moment loopt een heel engineeringstraject, die 4% worden van tevoren geheel in kaart gebracht. Die krijgen van tevoren een aanbod, die weten dus ook waar ze aan toe zijn. En op dat moment kunnen die mensen daarin zelf hun koers bepalen. En als die 4% bekend zijn, dan wordt de vraagbundeling voor de rest gestart. Dus het is wel degelijk 100% aanbod. Die mensen weten ook vooraf dat ze daarbij horen en daarna staat de rest. Maar ja, wat gebeurt er als ze een aanbod doen wat je, hoe heet dat ook alweer zo mooi? Make you an offer you can't refuse. Nou, dit kan er eentje zijn omgekeerd, dat je zeker weet dat je nee gaat zeggen vanwege de omvang van het bedrag. Nou, de intentie van SIF is dat, om dat natuurlijk niet te doen, maar dat zou inderdaad kunnen. Een maximum is bij mij niet bekend, dat klopt. Voorzitter, één kleine aanvulling dan in deze discussie. Ik ben van de generatie die zich nog kan herinneren dat er aardgas werd aangelegd. En toen waren er ook mensen die besloten om dat niet te doen omdat het te duur was. Iets wat we ons niet meer kunnen voorstellen nu. De meesten zijn later als spijt op tand toch nog wel aangesloten. Ja, ik vind dit een vergelijkbare situatie. Dank u wel voor alle aanvullingen. Voorzitter, mag ik nog één vraag over die 4%? Een hele korte. Heel kort dan. Want het gaat over SIF, wat ook in andere gemeenten zijn rol gaat bekleden. Is die 4% regeling in de andere gemeenten idem dito? Meneer Griekelaar. Dus wij hebben als 9 gemeenten, dus buiten het kookgasgebied, hebben afspraken gemaakt. En de afspraken die daar liggen gelden voor al deze 9 gemeenten. En dat is ook de reden waarom we als 9 gemeenten de koppen bij elkaar hebben gestoken om eenduidige afspraken te maken. Duidelijk, dan wil ik verder met het opinierende gedeelte. En wie mag, van welke partij mag ik het eerste het woord geven? Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, dank u wel. Voor een duurzaam, leefbaar en economisch vitaal buitengebied is snel internet een basisvoorwaarde. En dat heb je nodig voor veel toekomstige ontwikkelingen. We zijn dan ook blij met het plan van SIF zoals het er nu ligt. En waar we waardering voor hebben is dat de gemeenten de koppen bij elkaar gestoken hebben en gezamenlijk gezegd hebben wij trekken één plan voor de voorwaarden zodat dat binnen het totale project, binnen die 9 gemeenten in ieder geval niet voor vertraging zorgt. Met de voorgestelde aanpassing worden projectbesluiten voor grote projecten mogelijk gemaakt. Niet alleen voor deze twee, maar ook voor toekomstige projecten. En wat wij daarin handig vinden is dat projecten van geringe omvang binnen de reguliere lezersverordening blijven en dat daar niet allerlei vragen voor projectbesluiten komen. Een ondiepe aanleg, dat is financieel juridisch beoordeeld en dat is wat ons betreft ook geen probleem. We willen wel vragen om daar scherp toezicht op te houden, dat tijdens de uitvoering en vooral ook het revisiewerk, dat daar niet al te veel zaken tussen wal en schip raken, waardoor grondroelers in de toekomst schade maken, waardoor die verbindingen uitvallen. We snappen wel dat het goedkoper is om het minder diep te leggen, maar we zouden wel graag scherp toezicht willen dat het dan ook niet op 30 centimeter terechtkomt.
Al met al kunnen wij instemmen met het voorstel en we zien er naar uit. Snel internet in het buitengebied. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. ChristenUnie zou willen streven naar in ieder geval de mogelijkheid om tegen een fatsoenlijk bedrag 100% aan te sluiten. Dat geldt voor de hele gemeente. In dit geval spreken we over het zuidelijk gebied. Voor 96% gaat het lukken, misschien 97%. Die 100% gaan we net niet halen. Ja, soms moet ik tevreden zijn met datgene wat er mogelijk is op dit moment. Maar we roepen wel het college op om echt uiterste best te doen om ook nog met SIF in gesprek te gaan om die laatste 4% toch op de een of andere manier te maximeren qua kosten. Ik denk dat het goed is om de bewoners die gelegenheid te bieden. Maar goed, dat is uiteraard wel SIF die dat zou moeten doen. Wat we begrijpen uit het voorstel is dat het college een begroting maakt. We hebben nu wat voorbeelden gezien in deze casus van wat wel wordt meegenomen en niet wordt meegenomen. Dat is denk ik ook goed om dat met elkaar even wat te verkennen hoe dat zit. We zouden het wel goed vinden wanneer in de verordening staat dat de begroting en de verrekening gericht is op kostendekkendheid. Dat staat niet in de verordening, staat wel ergens in het stuk geschreven, maar onze vraag zou zijn, moet dat eigenlijk ook niet in de verordening staan? Dan is het ook in ieder geval klip en klaar waar we als raad ja tegen zeggen. En dan is dat ook het heldere kader voor het college. En verder ondersteunen we van harte de gedachten die zijn uitgesproken over gelijke monniken, gelijke kappen. Dus ongetwijfeld zal hier binnenkort wel een nieuw voorstel liggen. Nou, misschien niet eens een voorstel, in ieder geval een toepassing van de verordening voor Nieuw-Leuzen. Tenminste, dat hopen wij van harte. Met die kleine nuancering, maar misschien kan het college daar even op reageren, willen we de hoofdlijn steunen van dit voorstel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Mevrouw Ramerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Het CDA staat voor een goed vestigingsklimaat en leefbaarheid in het buitengebied. Een goed werkend internet is daar een vereiste. Maar wij staan voor gelijkheid, dus vandaar onze vraag zojuist. Na de bevestiging dat het op deze manier voor beide projecten gelijk is, gaan we ook akkoord met deze aanpassing van de verordening. We wensen het college veel succes met de uitvoering. En we gaan ervan uit dat iedereen eind 2017 kan beschikken over een snel internet in het buitengebied. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. En dank u wel. Ja, op zich zijn we het ook van harte eens met het voorstel. Een goed werkend en vlot werkend internet in het buitengebied, of waar dan ook maar in de gemeente, is van groot belang. We hebben wel soms wat twijfels gehad bij de oplossingsrichting, of dit nou de enige oplossing is. Maar goed, daar kan je over blijven twisten. Dit is de keuze die gemaakt is. En het is voor nu lijkt het in ieder geval een goede te zijn. Dus daar stemmen we graag mee in. Blijf wel een beetje in mijn maag zitten met die 4%. Want ik voel toch ergens aankomen dat er maar zo een categorie zou kunnen zijn die dan op een of andere manier buitengesloten blijft. Omdat een aanbieder er helemaal geen trek in heeft en dus een aanbod doet wat je helemaal niet in mee kunt gaan. Of de vergelijking met de aanleg van aardgas, want ik ben van diezelfde generatie, meneer Van Leeuwen, of die wel helemaal opgaat, betwijfel ik overigens wel wat. Maar goed, dat laat ik dan maar even voor wat het is. Dus even met de aantekening van met de kanttekening bij die 4%, waarbij ik ook graag de oproep doe aan het college om toch eens even te kijken of het niet denkbaar is dat er met SIF iets van een afspraak te maken is dat alle 100% van de deelnemers, of de mogelijke deelnemers, in ieder geval de mogelijkheid krijgen binnen een gemaximeerd bedrag, zou ik wel erg op prijs stellen als het college dat nog eens even zou willen onderzoeken en met SIF in overleg zou willen brengen. Voor het overige stemmen we er graag mee in. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer De Graaf, D66. Voorzitter, D66 is denk ik net als de andere partijen zeer te spreken over het initiatief. Met name ook naar de Stichting Breedband Internet Buitengebied, Dalfsen. Tenslotte hebben een aantal particulieren zich hier enorm sterk voor gemaakt. Niet in de laatste plaats met behulp van het college de wethouder. Complimenten hiervoor. Ook en zeker niet in de laatste plaats voor het op één lijn krijgen van de drie gemeentes, of de negen gemeentes, om tot een redelijk tarief te komen met betrekking tot de bijdrage voor de inwoners zelf, €9,95. En daardoor wordt het ook mogelijk om deel te gaan nemen. Ik sluit me aan bij de opmerking van de ChristenUnie waar het gaat om de kostendekkende paragraaf in de verordening op te nemen. En als 50% meedoet, dan kan de schop in de grond, zou ik zeggen. We zijn het eens met de aanpassing van de legersverordening.
Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Schurings, VVD. Dank, voorzitter. Ja, eindelijk weer een stap dichterbij. Dalfsen zonder witte vlekken wat betreft de verglazingsmogelijkheden. Allereerst zijn we natuurlijk in de tijd begonnen met het opsplitsen van alle aansluitadressen. En de eerste zijn aangesloten, op behoorlijk gebied zijn aangesloten, maar er bleef nog wel wat over. En nu zijn er initiatieven gekomen waardoor de schaalvergroting weer teruggepakt wordt. Dan wel met andere gemeenten of bij andere gemeenten, maar wel weer schaalvergroting. Dus ik hoop dat we er gauw mee van start kunnen gaan. Ik hoop wel dat het college inderdaad kan gaan kijken of voor die 4% ook een betaalbare en haalbare en reëel oplossing geboden kan worden. Ik heb er wel vertrouwen in. Snel aan het werk. Dank u wel, meneer Schuring. Alle reacties horende heb ik toch een verzoek aan het college om toch nog even antwoord te geven op de vraag van gemeentebelangen of u scherp toezicht wil houden op de diepte van de kavel. De vragen die van verschillende kanten kwamen over de verandering van de lezingsverordening met daarin op te nemen de kostendekkendheid. En de 4%, 100% kwam toch nog even weer aan de orde om daar aandacht aan te besteden. Mag ik daar een reactie van u? Voorzitter, kan. Toezicht, dat is een vrij hard punt geweest in onderhandeling. Was altijd zo van dat SIF de toezicht zelf wil regelen. Nou, we hebben het op dusdanig manier geregeld dat met name de gemeenten daar een forse vinger in de pap hebben. Want dat vonden wij een hele belangrijke voorwaarde. En daarnaast die ze van ik kan u zeggen dat de financiers van SIF met name ook zeer veel waarde hechten dat het gebeuren goed wordt aangelegd, maar ook op voldoende diepte. En daar ook in buitengebieden waar dieper moet dan 40 centimeter, gaan ze ook dieper. Dus dat is een ding wat gewaarborgd is. Dan de oproep van de andere partijen over die 4%. Onderhandeling is niet meer mogelijk. Wij zijn uitonderhandeld. Ook voor die maximale prijs. Ik kan wel zeggen, nou, ik ga wel in overleg. Maar beste mensen, ik weet nu al van hoe de vlag erbij hangt. We moeten elkaar ook niet iets wijs maken. En ik wil u ook niet blij maken met iets wat ik niet kan waarmaken. U mag van mij wel. En daar kunt u op rekenen dat we met elkaar hard zullen maken dat iedereen dat 100% wordt aangesloten. Maar dat kan niet met een gemaximeerd bedrag voor iedereen. Dus wat dat er gaat, de inzet zal er zijn, iedereen. Maar de een zal meer dan moeten betalen dan anderen, omdat iedere aansluiting anders is. Maar waar mogelijk zullen we met dus de bewoners en met SIF constructief en positief meedenken om die kosten zo laag mogelijk te houden. Dat is wat ik u kan toezeggen. Meer kan ik u niet toezeggen, want dan hou ik u voor de gek en dat wil ik niet. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Griekelaar. Meneer Van Leeuwen. Ja, dat gaat even over kostendekkendheid. Ik wil er even op wijzen dat een aantal jaren geleden de Raad zichzelf bij motie heeft opgeroepen tot kostendekkendheid van leges. En daar waar dit niet mogelijk is, heeft de Raad zelf afwijkende besluiten genomen. Mij komt even in herinnering de grafrechten in Nieuw-Leuzen in verband met de waterstand. Dus overal waar het niet kostendekkend is, komen we bij de Raad en wordt het aan u voorgelegd met redenen waarom het niet kan. Uitgangspunt is kostendekkendheid. Meneer Nijkamp. En daarmee geeft de wethouder aan dat het niet nodig is om dat in de verordening vast te leggen, omdat het algemeen beleid is. Exact. Oké, okay. Dank u wel. Alles gehoord hebbende kan ik concluderen dat met de toezeggingen en dat er 100% aansluiting is, dat het 4% dat het toch echt maatwerk is, dat het tekort nog terugkomt hier in de Raad, dat dit agendapunt als hamerstuk naar de Raad kan van. En dan gaan we verder met punt 5 van de agenda. Aanvullend krediet stoom sigorijfabriek. Voorbereidend besluit vormen, dus twee rondes. Begin 2015
heeft de Raad krediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een sigarijfabriek. En nu is geconstateerd dat de twee onderdelen van het project een aanvullend krediet noodzakelijk is. Het gaat hierbij om de voorgevel en om de uitschuifbare tribune. Daarbij moet ook een keuze gemaakt worden voor het stoeltype. De Raad wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen. Daarbij wil het college graag vanavond al weten of het bestellen van de tribune op een onoverkomelijk bezwaar zou stuiten, gelet op de lange leeftijd. Ik heb al gezegd, behandeling in twee ronden, dus eerst de informerende ronde. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer de Graaf, D66. Dan ik maar. Vijf vragen, voorzitter. Opvolgend. Is er bij het opstellen van het bouwplan sigarijfabriek onderzoek gedaan naar de staat van het gebouw, in het bijzonder de gevelstructuur die zou blijven staan? Is er voorafgaand aan de aanbesteding van het werk een programma van eisen opgesteld? En zo ja, is in dit programma van eisen rekening gehouden met de wijze waarop de zitplaatsen vorm zou moeten krijgen? Het moet tenslotte een theater worden. Is de wens van de gemeenteraad om een uitschuifbare tribune te realiseren niet als stelpost in de oorspronkelijke projectbegroting opgenomen, evenals een stelpost voor de aanschaf van stoelen? Vraag 4. Ofwel, voorzitter, hoe kan het gebeuren dat vrij kort na het beschikbaar stellen van het krediet om de Sigorijf stoomfabriek te realiseren, in ieder geval één noodzakelijk element niet is meegenomen? En tenslotte, draagt de horecaondernemer bij aan de kosten die dit extra krediet met zich meebrengen? Met andere woorden, verwachten wij hogere verhuurinkomsten. Tot zover de vragen. Dank u wel, meneer Graaf. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben vandaag een technische vraag gesteld of er een exploitatieoverzicht is van dit project, wat betreft de verwachting voor de komende jaren. En tot onze grote verbazing was de antwoord dat er dat niet is. Hoe moeten we dat duiden? We hebben in 2015 natuurlijk al gezegd dat de gemeente geen ondernemer is. En dat willen we ook niet echt lang zijn op dit dossier. Maar het komt ons toch wat vreemd voor dat hier wel weer een aanzienlijke investeringsaanvraag ligt, zonder dat we de effecten daarvan kennen. Hoe moeten we dat duiden? Dat is onze vraag. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Nou, we hadden een vraag van een aanvullende vraag. Zijn er nog meer aanvullende kredieten te verwachten op dit onderwerp? En ja, u vraagt nu het krediet. En eigenlijk na 5 april wilt u al aanschaffen. Maar eind van de maand in de raadsvergadering moet het toch bekrachtigd worden. Dank u wel, meneer Raamaker. Nee, echt niet hoor. Heeft u me niet horen zeggen. Wat u me ook niet hebt horen zeggen is dat de verantwoordelijke bewindsvoerder de heer Noten is. En dat hij ambtelijke ondersteuning heeft van de heer Roemers. En voor het beantwoorden van de vragen wil ik meneer Noten graag het woord geven. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is niet helemaal het geval. Want de heer Van Leeuwen is verantwoordelijk voor de gevel en de stenen en alles wat daarmee te maken heeft. Dus dat die ingestort is, dus voorkomen zijn verantwoordelijkheid. En daar moet hij dan ook maar verder toelichten. De inrichting daarentegen, daar ben ik denk ik nog steeds verantwoordelijk voor. Alhoewel ik ook van die verantwoordelijkheid denk ik een keer af moet. Dat bedoel ik niet cynisch, maar dat bedoel ik gewoon omdat ik graag het stichtingsbestuur weer in charge zou willen krijgen. En dat komt daar straks op terug naar aanleiding van een van uw vragen, want het is niet de bedoeling dat wij een theater runnen. Daar ben ik helemaal eens met de heer Nijkamp. De vragen van de heer De Graaf. Buiten de stenen dan, daar komt de heer Van Leeuwen dadelijk op terug. Was er een programma van eisen waarin ook de zitplaatsen zaten? De antwoord luidt nee. In het kredietaanvraag zoals toen de tijd gedaan is, er was één totaalpost opgenomen voor de inrichting. En dat was een post die ook op een redelijk minimaal niveau zat. Als u überhaupt kijkt naar de totale investering in het theater,
En dan praat je over 4 tot 5 ton. Dat is natuurlijk ook in de stenen erbij. De totale begroting zit op 1,4 als ik het goed heb. Dat is dus een hele bescheiden begroting geweest. Zeker niet meer dan de 6 ton, voor zover je het al helemaal kan scheiden, die ooit al beschikbaar is gesteld in het kader van de culturele invulling van die chicorij. Ook goed om dat even weer scherp te krijgen. Daar stond geen stelpost in. Het beeld daarbij was gewoon dat er vaste tribunes zouden worden ingetimmerd en dat daar gewoon losse stoelen op zouden komen te staan. Dat is een relatief goedkoop, zeer goedkoop te realiseren oplossing. Tijdens de behandeling van die kredietaanvraag, en dat is ook even de reactie al voor een deel naar de heer Nijkamp, tijdens de behandeling van die kredietaanvraag is door een aantal van u naar voren gebracht dat het wel heel erg handig zou zijn als die ruimte multifunctioneel bruikbaar zou zijn. Als je hem alleen maar bruikbaar hebt voor intieme theatervoorstellingen met 120 zitplaatsen, dan loop je de kans dat hij heel vaak ongebruikt is. Dat hebben wij verstaan in de zin van kijken of je multifunctioneel kunt maken. En toen pas, dus nadat de kredietaanvraag beschikbaar was gesteld, zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. Zo zijn we bij inschuifbare tribunes gekomen en wij zijn zelf eerlijk gezegd ook geschrokken van hoeveel dat kost. Als we kijken naar de techniek, overigens begrijpen we het ook weer wel, maar we hadden ons dat van tevoren niet gerealiseerd. Dus ik heb toenertijd in de behandeling in de raad gezegd, dat gaan we doen, die multifunctionele invulling, dat gaan we proberen. Ons niet goed realiseren dat dit de consequentie daarvan zou zijn. Niet meegenomen dus, zeker niet als stelpost, want de hele begroting voor de inrichting was maar een ton. Dus ja, dit is helemaal buiten de orde. Dan de vraag, wat betekent dit voor de exploitatie? Dat is iets anders dan een exploitatieplan wat is vastgesteld. Want ik wijs ook de heer Nijkamp op, we stellen nooit exploitatieplannen vast. Het is al heel erg ingewikkeld om een exploitatieplan op te stellen voor een stichting die nog opgericht moet gaan worden. Wat we hebben gedaan bij de eerste kredietaanvraag is dat we heel helder hebben aangegeven dat er een taakstelling richting de stichting komt. En volgens mij hebben we aangegeven dat dat gefinancierd moet worden uit de huuropbrengst. En we hebben volgens mij aangegeven dat er geen subsidieverordening, geen subsidie zou komen. Dat zijn volgens mij de uitgangspunten die wij hebben geformuleerd. Oftewel, zonder subsidie, binnen de ruimte van de opbrengsten van de huur, zal de stichting de exploitatie rond moeten krijgen. Dus dat is taakstellend. Als u nu aan mij vraagt, maakt deze uitschuifbare tribune de taakstelling eenvoudiger, luidt het antwoord ja. Om twee redenen. De verhuur van de ruimte aan de exploitant, die mogelijkheden nemen toe. Ik vind het wel moeilijk in te schatten hoeveel dat oplevert, maar die verhuurmogelijkheden nemen toe. En het tweede, ik vind dat eerlijk gezegd zeker even belangrijk. Het is ook mogelijk om andere soortige voorstellingen te verzorgen. Denk aan pop- en rockachtige voorstellingen waarbij in plaats van 120, 250 mensen aanwezig zijn. Dus dat zijn de grote voordelen. Kunnen we dat inschatten? Ja, dat kunnen we inschatten. 1 keer per maand, bij wijze van spreken. Extra verhuur, €200. Dat zijn de bedragen waar je het over hebt. Dat heeft bijna geen zin om daar een exploitatieplan voor te maken. Want het is eerlijk gezegd luchtfietserij. We denken dat het veel realistischer is om te kijken wat die mogelijkheden zijn als we weten dat die exploitant er zit en als de ruimte er is. Dus ik verwijs er even naar. We hadden geen exploitatieplan, omdat de Raad hele heldere kaders heeft meegegeven met betrekking tot de exploitatie, namelijk €0. Dat is in feite wat gezegd is. Nou ja, dan kunnen wij geen exploitatieplan gaan maken. Zijn er meer aanvullende kredieten te verwachten? Dit is altijd een hele spannende vraag. Maar we hebben op dit moment de heilige overtuiging dat, laat ik het woord heilig niet gebruiken. Maar we hebben echt de overtuiging dat er geen aanvullende kredieten meer aangevraagd zullen worden. De zaak is volstrekt op dit moment in onze ogen beheerst in ontwikkeling. Dat kunnen we nu ook zeggen omdat de realisatie al heel ver is. En eigenlijk alleen maar nog de inrichtingsvragen open stonden. En dat heeft te maken met licht en geluid en tribunes. Licht en geluid is beantwoord, tribune is de enige vraag die nu overblijft. Dan is het totaliteit, voorzitter. Kan de Raad ook beslissen om het niet te doen, kan de Raad ook doen. Daarmee is het niet zo dat ineens alle plannen in duigen vallen. Het betekent alleen maar dat we geen multifunctioneel, nou ja, ik heb het een keer ergens anders gezegd. Dat betekent dat er eenvoudige tribunes worden getimmerd, dingen worden getimmerd en er komen gewoon losse stoelen op te staan.
Dat betekent het. Het is echt een ander kwaliteitsniveau waar je het over hebt. Maar dat zou kunnen. Ik zou het zelf erg jammer vinden. Laat ik dat wel erbij zeggen. En misschien dat de heer Van Leeuwen de andere vragen mag beantwoorden. Er stond nog een vraag over van D66 of de horecaondernemer gaat meebetalen met deze hogere kosten. Dus de verhuurmogelijkheden nemen toe. En dat geldt zowel voor de stichting zelf, die meerdere soorten optredens kan organiseren, als de verhuur aan anderen, waaronder de horecaondernemer. Ja. Meneer Van Leeuwen. Ja, is er vooraf een onderzoek gedaan naar de staat van het gebouw? Jazeker, dat heeft plaatsgevonden. In het bijzonder aan de gevel, ook dat heeft plaatsgevonden. En het is alweer een groot aantal jaren geleden dat er een actiegroep was voor het behoud van de ziegorijfabriek, in het bijzonder de gevel. Die hebben een aantal zaterdagen voor de toen nog C1000 handtekeningen staan te verzamelen. En de toenmalige raad heeft gezegd, nou, wat u ook doet, behoud in elk geval die gevel. Met die opdracht zijn we van start gegaan, is het college destijds van start gegaan. En afgelopen december werd duidelijk dat die gevel in een dusdanige staat was dat die eigenlijk niet te behouden was. En dat zelfs de originaliteit van de gevel ernstig in twijfel getrokken diende te worden. Ik ben toen bij de initiatiefnemers, de heer en mevrouw Schrijver, die destijds de actiegroep in leven hebben geroepen, op de theevisite gegaan. Ik heb hen dat voorgelegd, het probleem uitgelegd. Zij hadden daar enerzijds wel begrip voor, anderzijds wilden ze dat toch nog even beter zien en ervaren. Ze zijn toen hier geweest en hebben samen met een deskundige die zij zelf hebben meegenomen en de bouwdeskundige van de aannemer, hebben ze de gevel bekeken en zij kwamen tot dezelfde conclusie, namelijk dat de gevel in die staat niet meer te redden zou zijn. Toen hebben we afgesproken van nou, dan gaan wij hem slopen en wij gaan hem proberen om hem weer in de originele stijl terug te bouwen. Nou, dat heeft u ook uit de ontwerpen, de schetsen wel kunnen zien. Daar wordt echt weer een originele gevel teruggebouwd van de ziegorijfabriek. En dat is in feite de geschiedenis zoals het is gelopen. Dus ja, onderzoek is er geweest. Er zit een stukje historie aan. Dat is beleving van mensen, emotie die daar in het verleden, of hun ouders die daar gewerkt hebben. Daar hebben we ook alle begrip voor en wij hebben gezegd van nou, dan gaan wij ons uiterste best doen om hem ook weer netjes, mooi in de goede staat terug te zetten. Dank u wel meneer Van Leeuwen, dank u wel meneer Noten. U had nog een aanvullende vraag? Nee, akkoord. Gaan we naar het openierende gedeelte van... Voorzitter, ik had nog een vraag gesteld, want eigenlijk moet morgen het krediet al beschikbaar zijn en 18 april wordt dat eigenlijk beslist. Ja, geen andere vraag. Ja, de bouw gaat erg voortvarend. Het blijkt dat er een behoorlijke levertijd zit op dit soort constructies die op maat moeten worden gemaakt. En wij zouden het erg fijn vinden als wij aan het eind van deze vergadering een indruk zouden kunnen krijgen of de raad redelijk eensgezind is op dit punt. Als het niet is, dan moeten we gewoon wachten tot de vergadering van 25 april. Maar het zou fijn zijn als wij, zeg maar, voldoende comfort zouden hebben om morgen de bestelling te plaatsen. Maar voorzitter, ik wil u niet onnodig onder druk zetten. Het is alleen maar dat we het fijn zouden vinden. Niet meer dan dat. Even duidelijk maken, dan hebben we het zuiver over de tribune, niet over de stoelen die we erop gaan plaatsen. Het is puur de tribune. Nee, dan hebben we het over de tribune, dus inclusief de stoelen. Ik kijk even naar David, dat is inclusief de stoelen, ja. Ja, de tribunetechniek op zichzelf is hetzelfde. Dat is wel zo. Maar die stoelen moeten ook gemaakt worden, schijnbaar. Duidelijk. Openierend gedeelte. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Het is mooi om te zien dat de sigarenfabriek
De bouw daarvan gestaag vordert, ook nu met het langere licht blijft. Prachtig uitzicht hier vandaan. We hebben recent een toelichting gehad over de programmering van het theater van de sigarenfabriek. En voorzitter, mijn fractie is daar enthousiast over geworden. We waren enthousiast, maar we hebben nog meer vertrouwen gekregen in het welslagen van het theater. Ik krijg er al om dat eerst maar te zeggen, want het is toch ook een paar kritische noten wel. Hè. Want voorzitter, nu toch twee keer aanvullend krediet. Dat deed ons wel de wenkbrauwen fronsen in de fractie. Wat kunnen we nog meer verwachten was eigenlijk de centrale vraag. Hè. Die gevel, nou, was dat voorspelbaar? Nou, dat is onvoorzien, dat kunnen we begrijpen. Die vries daar bovenop. Die wisten we van tevoren al dat die weer terug zou komen, zou je denken. Die stoelen, nou, die heeft ons ook wel verrast over de extra kosten. Een vrijbaar podium, tribune, waardoor meer popconcerten en rockconcerten zouden kunnen komen. Deed ons ook weer de vraag komen van, is hier ook wel voldoende met geluidsoverlast gerekend? Met andere woorden, is gerekend op het theaterlawaai. Maar het poplawaai is misschien wel een stuk anders. En krijgen straks weer een nieuw krediet voor aanvullende isolatiemaatregelen. Dus voorzitter, al met al, daar zijn we nog niet gerust op. Ondanks het verhaal wat we net gehoord hebben. En ik weet ook niet goed of wij daar gerust op te maken zijn door het toezeggen van het gaat wel goed komen. Dat zou ik echt wel iets te spannend vinden. En toch, mijn fractie zit er ook wel zo in dat we het ook wel graag tot een succes willen maken. En ook wel samen. Hè. Het voelt ook zo langzamerhand wel een kindje van deze raad, denk ik. We hebben met andere grote projecten wel eens een monitoringscommissie in het leven geroepen. Om niet achteraf elkaar de zarpiet toe te kunnen schuiven of de beschuldigende vinger. Maar achteraf elkaar hand kunnen drukken van dat hebben we met elkaar goed tot een einde gebracht. Want voorzitter... Wat mijn fractie betreft, dit moet echt wel het laatste voorstel zijn voor aanvullend krediet. Meestal ga je bouwen en dan kom je tegenvallers tegen. En die proberen uit andere kostenposten weer terug te verdienen. Ik heb dat hier niet teruggezien. Ik kan me voorstellen dat het er nog niet is. Maar dat maakt ons voor wat betreft het type stoel, wat dan op de tribune komt te staan, wel een beetje gematigder. Ik heb er zelfs even op gezeten, want normaal gesproken vind ik dat eigenlijk wel iets waar ik aan deskundig overlaat. En ik vond zelfs, kwam ik later achter, de goedkopere stoel beter zitten, omdat hij wat een langere zitting heeft. Dus nou, soms is het goedkoper, maar zelfs, misschien zelfs beter. Ik heb er niet de hele avond op gezeten, ik heb ook andere dingen te doen. Maar ik durf het best aan, de stelling aan, dat ook die stoel wel geschikt zou zijn. Dus voorzitter, resumerend. Wij gaan instemmen met de aanvullende krediet. Wat ons betreft kan ook de tribune morgen worden besteld. We willen nog wel even graag nadenken, maar misschien ook samen met de rest van de raad, om een monitoringscommissie of iets dergelijks in het leven te roepen. Zodat we ook met elkaar aan het einde van het verhaal elkaar echt die hand kunnen geven. Dank u wel. U gaf voorkeur voor de goedkope stoel. Ja, uitslag. Moet u dat echt vragen, voorzitter? Ja, dat mocht dat mijn verhaal op te maken zijn. Dank u wel. Raammaker, gemeentebelangen. Mijn naam is moeilijk, hè? Wij willen, voorzitter, graag de rode stoelen voor de blauwe prijs. Dus dat is al duidelijk. Als, en dat moet meneer Wildvang helemaal... blij maken vanavond. Als GB zijn we blij dat het plan in het Waterfront, dat het voortvarend ter hand is gepakt. De Witte Villa, de sigarenfabriek, maar ook het theater zien we als een meerwaarde voor ons dorp en voor onze gemeente. En staat volop in de stijgers. Nou, meneer Uitslag zei het al. We zijn ook blij dat het college zeer accuraat de plannen ter hand heeft genomen. Dus een compliment is dat ook op zijn plaats hier, dat u zeg maar voortvarend mee aan de gang gaat, want de burger die fietst langs die brug, die ziet er van alles gebeuren en die gang moeten we erin houden met z'n allen.
En ja, we hebben destijds ook aangegeven, in dat gebied, daar wouden we graag de regie zelf in eigen hand houden. Nou, dat hebben we nu gedaan. En ja, daar komt een voorstel om een aanvullend krediet uit voor. De inschuiftribune, daar hebben we als gemeentebelangen erg op gehamerd. Het kost iets meer, maar je hebt ook iets meer voor die prijs. En je kunt met het krediet wel uitkomen dat je gewoon de stoelen er neerzet, maar dan staan ze ook schors en scheef. En dan kan er ook een gevaar optreden dat er iemand van de tribune valt. Dus die inschuiftribune is voor ons eigenlijk wel een must. We hebben toen ook aangegeven van de multifunctionaliteit van het gebouw is ook heel belangrijk. Maar je hebt nog eens een keer een begrafenis met een broodtafel, kan nergens naartoe. Die kun je dan daar ook kwijt. Dus multifunctionaliteit is bijzonder in trek, denk ik, bij elke burger die hier wat te vieren heeft. Die kan dan ook een beroep doen op dat zaaltje. Pop en rock, nou u zei het al, maar ja, er is dus meer mogelijk als zeg maar, die tribune hier in de weg staat. Ik heb het al gezegd, rode stoelen voor de blauwe prijs en dan gaan we akkoord en succes. En u kunt ze wat ons betreft ook morgen bestellen. Dan kom ik toch even bij u terug, meneer Raamaker. Rode stoelen voor de blauwe prijs, daar denk ik dat het college niet meer uit de voeten kan. Maar laten we eerst even de andere fracties ook afwachten. Nou, er is nog wat onderhandeling mogelijk, toch? Dan wordt het krediet alleen maar minder. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We spreken opnieuw over de investeringen in de sigelrijfabriek. Wij vrezen dat het niet de laatste keer is. Het voorstel heeft twee onderdelen. Eerste onderdeel, ja, soms breekt het werkje bij je handen af. Dat heeft de wethouder denk ik ervaren. En wij snappen dat er gekozen is voor sloop van die muur. Ik heb er ook persoonlijk nog wat foto's van gemaakt voordat het besluit werd genomen. Toen dacht ik al van nou, ik ben blij dat ik niet achter die muur hoef te wonen. Maar inmiddels is die muur er ook niet meer. Dus wij kunnen dat voorstellen. En eigenlijk het ontwerp wat er nu ligt, je zou kunnen zeggen vanaf vandaag origineler kan het ook niet meer. Het wordt eigenlijk hersteld in de vorm zoals die destijds was. Dus oké. Okay. Dus die 5000 euro extra daarvoor, die kunnen we wel billiken. Het tweede voorstel, dat ligt toch echt op een ander niveau. En wel om een paar redenen. Eén. Is dat ook qua procesgangen toch wat merkwaardig is. Dat in 2014 dat voorstel is gedaan door een aantal partijen in de raad. En dat we in 2015 bij de kredietbeschikbaarstelling daar blijkbaar niks van teruggekregen hebben. En nu na afloop worden verrast met dit verhaal. Dus procesmatig is dat niet lekker, wat ons betreft. Twee, het is toch merkwaardig dat we gewoon weer een ton er extra investeren. Bijna een ton. Wat ons betreft maakt even de kleur helemaal niet uit, hè? Maar ongeveer een ton. En dat er eigenlijk het verhaal van de exploitatie wordt doorgeschoven naar de stichting. Zo van nou, dat is de uitdaging voor de stichting. Maar we weten natuurlijk met elkaar ook heel erg goed dat als de stichting er niet uitkomt, dat ze hier gewoon weer op de stoep staan. Oftewel, waar zeggen we dan als raad ja tegen? Kunnen we alleen maar ja zeggen tegen de investeringen? Hebben we geen enkel benul van wat het betekent? Hoe moeten we dit nou duiden? We hebben daar erg veel moeite mee dat het eigenlijk zo makkelijk wordt weggezet, dit verhaal. Dan kun je allerlei indrukken hebben, maar er staat niets op papier. En wij vinden dat niet juist. En zal u dan ook niet verbazen dat wij de tweede voorstel ook niet zullen steunen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, wij zijn blij dat het zo goed gaat met de ontwikkeling van het gebouw. En het is al een heel eind in de goede richting opgeschoten. Dat is inderdaad nog net vanaf hier te zien. En we verheugen ons ook erg op de ingebruikname ervan. Ik bedoel, het gaat toch iets nieuws toevoegen aan ons dorp, aan onze gemeenschap. En de uitleg met betrekking tot de stenen, de extra kosten voor de stenen, die snappen we helemaal. Sluit me graag aan bij de ChristenUnie die daar alles al over gezegd heeft. En dan de stoelen. Maar kennelijk zit het daarop vast. Rode stoelen. Ja, graag, meneer Raamaker, graag. Goed idee, denken wij. Maar het voelt wel een beetje als... we komen hiermee op voor het blok te staan opeens. Morgen moeten ze besteld worden. En ik hoorde ook wel de woordvoerder, meneer Noten, net zeggen van ja... het kan echt wel even wachten, maar we zouden het fijn vinden als het morgen alvast komt. Goed gehoord. Het voelt een beetje als voor het blok staan. Het vloeit voort uit een eerdere discussie inderdaad, dat snappen we ook. Maar ja, dat is
nu toch even in één keer confronteren. Dat is dat 95.000 euro blijkt te zijn. Het voelt inderdaad als we op het laatste moment ermee geconfronteerd worden. Nou, we hebben dat even op ons laten inwerken. We hebben gezegd van ja, dit is een belangrijke toevoeging aan ons dorp. Belangrijke toevoeging aan onze gemeenschap. En tegenvallen zijn er. Zeker. Ook bij de inrichting. Dus we hebben er wel wat langer over gediscussieerd. En uiteindelijk gezegd van nou ja, we zitten nu vlak voor de afronding. En met enigszins een steen in de maag zeggen we nu toch ja. Omdat we wel het belangrijk vinden dat de voortgang erin blijft. Dus we hebben er wel wat moeite mee, maar we stemmen in omdat we het belangrijker vinden dat er nu voortgang in blijft dan dat we nog eens precies gaan uitzoeken hoe dat nou zit met die uitschuifbaarheid van die tribune. U zegt ja tegen de stoelen. Welke kleur? Rode stoelen voor een blauwe prijs. Ik vind het een mooie zin. Oké. Okay. Meneer de Graaf, D66. Dank u voorzitter. We willen een mooi theater, multifunctioneel, met graag een goede stoel, komt er zo nog op terug. Een goede stoel om op te zitten, een mooie, veilige en spraakmakende voorgevel, prima dat die nieuw wordt gebouwd. Ik vind het belangrijk dat de voorgevel is belangrijk voor het aanzien en de uitstraling van de fabriek, dus dat mag ook wel wat kosten. Ten meer omdat de min of meer omstreden naam op deze gevel komt te staan en tot zover bijna iedereen tevreden. Dat er nu een aanvullend krediet wordt gevraagd van circa 10% van het eerder geaccordeerde budget, komt naar voren als een post onvoorzien. En uit de beantwoording blijkt dat ook min of meer. Aan de andere kant, waren deze twee posten direct meegenomen bij de kredietaanvraag, dan hadden we waarschijnlijk hetzelfde bedrag uitgegeven. Dan waren we nu op uitkomen. Voorzitter, tegenstemmen heeft geen zin en dat willen we ook helemaal niet. Het geld is bij wijze van spreken al voor een deel uitgegeven. En we willen natuurlijk op comfortabele stoelen zitten. Al dan niet uitschuifbaar. En wat ons betreft een ander geluid mag ook groen zijn. Eens met de aanvraag en de investering. Dank u wel. Meneer Schuring, VVD. Nou, voorzitter. Ja, ook wij hebben de splitsing gemaakt in de twee delen. Het eerste gedeelte de gevel, al dan niet met de vries. Nou, laten we het dan zo formuleren. Hij is al een keer eerder herbouwd. Het was al niet meer de originele. En ik hoop dat hij deze keer wat beter gaat herbouwd worden en dus wat duurzamer is. Maar vanuit de veiligheidsoverwegingen konden we ook niet anders. Dus ja, ik denk dat we daar geen discussie meer over hoeven te hebben. Het tweede deel. De stoelen, nou de kleuren wou ik maar niet over hebben. Want ik moet eerlijk zeggen, dat maakt me niet zo heel veel uit. Het is wel een post onvoorzien geweest die nogal behoorlijk is. En ook wij zijn er wel wat van geschrokken. Ik vond het argument wat ik hiernaast hoorde net wel een hele goede. Als die van tevoren meegenomen was, dan hadden we er waarschijnlijk akkoord op gegeven, misschien met wat morren, maar daar hadden we er akkoord op gegeven. Ja, en nu is het eigenlijk ook niet meer echt iets waar we tegen kunnen doen. Ik vind het wel een hele belangrijke dat we niet nog een keer voor onvoorziene posten gaan komen. En als daar een monitoringscommissie voor aangesteld moet worden, om in plaats van bijvoorbeeld met extra kredietaanvragen te komen, maar het eerst maar eens te zoeken in het totaalpotje wat we hebben hiervoor, dan ben ik daar wel een voorstander van. Dank u wel, meneer Schuring. Een en ander gehoord hebben, wil ik toch even terug naar de heer Noten om een reactie. Ja, dank u wel, voorzitter, want ik geloof dat er geen discussie is over de gevel, alhoewel dat onvoorzien was. De tribune is niet onvoorzien, maar is echt een extra investering in kwaliteit. Daar kunt u nog steeds gewoon nee tegen zeggen. Het is niet... ik vind het dus echt een kwaliteitskeuze die we met elkaar maken of niet. We kunnen er echt letterlijk nee tegen zeggen. Ik kan echt de heer Nijkamp geruststellen. Hij vreest dat het niet de laatste keer is. Ik ga ervan uit, ik ben er nagenoeg zeker van dat het wel de laatste keer is. En we zullen aan het eind zien wie gelijk heeft. Ik, dat weet ik zeker. En ik heb ook iets meer informatie. Dat is natuurlijk ook zo. Het worden in ieder geval rode stoelen. En voor de blauwe prijs.
Maar het zou kunnen dat de blauwe stoelen die hier staan, dat die dan rood gestoffeerd moeten worden. Want dat is dan, maar we hebben hem meegekregen, de onderhandelingen kunnen we nog, we kunnen het nog een keer proberen. Maar het worden in ieder geval rode stoelen voor de blauwe prijs. Dat is volgens mij echt een andere conclusie, kan ik niet trekken. Dan krijgen we het punt van de monitoringscommissie. Ik heb er twee opmerkingen over en een voorstel. De eerste opmerking is, ik denk echt dat het te laat is voor een monitoringscommissie. Het project is nagenoeg afgesloten. Dat is ook de reden waarom ik me niet kan voorstellen dat ik nog met aanvullende investeringsvoorstellen kom. Want we hebben echt nu bijna alle offertes liggen. De rest is makkelijk via voor- en nadelen, omdat het zulke kleine posten gaat binnen de bestaande begroting te regelen. Dus ik zie het nut van een monitoringscommissie eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het eigenlijk eerder een bijpraatcommissie wordt van gedane zaken. Misschien is het wel goed om met een groep van u over een tijd om de tafel te gaan zitten, om even precies door die hele financiering heen te lopen, zodat daar comfort bij komt. Dat u niet het gevoel krijgt dat er aan allerlei kanten is gemarchandeerd of wat dan ook. En misschien is dat een beter voorstel. Een monitoringscommissie, eerlijk gezegd, zie ik op dit moment als een... Dat wordt voor de bühne, laat ik het zo zeggen. Alle besluiten zijn genomen, alle kredieten zijn verstrekt, alle offertes zijn getekend. Het is klaar. Dus daar gaat echt nergens meer over, voorzitter. Maar dat wil niet zeggen dat ik vind het prima om in het petit comité straks de evaluatie van het project financieel in gezamenlijkheid te doen. Zodat daar in ieder geval geen nare gevoelens bij achterblijven. De geluidsoverlast, ik moest het heel even, ik nam hem als voorbeeld. Dat was een van de onvoorziene posten die we binnen de begroting hebben moeten oplossen. Omdat juist door ervoor te kiezen theater aan het restaurant te verbinden, moeten mensen in het restaurant ook kunnen eten terwijl er theatervoorstellingen zijn. Dat betekent dat er veel hogere eisen aan geluidsoverlast zijn gesteld. En daarom is er gekozen voor een doos binnen een doosconstructie. Dat betekent dat ook de buren en zo er allemaal geen last meer van hebben. Dat is een van die extra posten die we hebben moeten maken op een bepaald moment. Geluidsoverlast mag er niet zijn. Dat kan... Is mij verzekerd. Dus in die zin is er wel al doorgerekend. Voorzitter. Dank u wel voor deze toevoeging. Meneer Uitslag, zou u nog willen reageren op de monitoringscommissie? Ja, en ook op andere punten als dat mag, voorzitter. Uiteraard. Gelukkig. De monitoringscommissie was een handreiking van mijn fractie om te voorkomen dat we straks elkaar moeten aankijken. Tegenover elkaar staan. En dan ligt u misschien wel onder vanuit uw zekerheid. En dan willen we eens voorkomen. We willen daar een gezamenlijk succes van maken. De informatie van die geluidsisolatie was een voorbeeld, maar niet zomaar eentje. Want juist die popconcerten, die hebben over het algemeen wel met zich mee dat het iets meer lawaai meebrengt. Dat was informatie die in zo'n monitoringscommissie of bijpraatcommissie, want dat is misschien wel een charmantere naam, misschien wel eerder gedeeld had kunnen worden. Zodat ook hier, nu, tegen dit voorstel, misschien wel wat anders tegen aangekeken zou zijn geweest. Maar dan zie je ook al dat er al veel eerder al gezocht is binnen de gaten of binnen de mogelijkheden binnen de bestaande begroting. Want nu zien wij slechts het eind van het verhaal en daar is dat u extra geld komt ophalen. Zo voelt dat. Dus... voor een volgende keer zou ik dit misschien de suggestie toch maar meegeven. Een bijpraatcommissie, denk dat het goed is. Niet achteraf, maar ik zou zeggen dan nu, ergens in deze contraien. Want op het moment dat het gerealiseerd is, heet het geen bijpraatcommissie meer. Maar dan, dat is gewoon een eindvoorstel. Verantwoording afleggen aan de raad, zoals dat ook gebruikelijk is. Dus dat is dan niet zo additioneel meer. En als laatste voor wat betreft de kleur van de stoelen. Ik heb begrepen dat er ook nog over huisstijl nagedacht wordt. En ik kan me voorstellen dat die kleur van de stoelen daar wordt bepaald in plaats van hier in de raad op basis van een leuke woordspeling. Als je al deze kleuren door elkaar doet, wordt het onmiskenbaar paars. Ik laat daar graag aan anderen over. Dan komen we aan het eind van dit agendapunt.
De overgrote meerderheid is akkoord met het voorstel zoals hier ligt. Alleen wij hebben als commissie eigenlijk geen macht om te stemmen. En de ChristenUnie is tegen. Maar gezien de grote meerderheid denk ik dat een bestelling gedaan kan worden. Maar wil ik het toch nog wel even als bespreekpunt een stuk naar de raad toe doen. En hiermee wil ik dit agendapunt afsluiten. En gaan we nu even pauzeren. Ik denk dat we dan nog even wel kunnen discussiëren over de paas. Dan gaan we nu verder met naar de schorsing met opening de vergadering met punt 6 van de vergadering. Rapport open thuis, opnieuw thuis. Verantwoordelijk wethouder de heer Van Mattels. Dit is opinierend en ik wil het in twee ronden doen. Een vragenronde en een opinieronde. En alle gemeenten in Nederland krijgen een taakstelling van het Rijk om huisvesting te bieden aan statushouders. Dat zijn personen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, dus niet te verwarren met een noodcrisisopvang of vluchtelingen. Het college heeft een rapport laten schrijven door de organisatie Opnieuw Thuis om te kijken naar de situatie in Dalfsen. Van u wordt gevraagd om hierover te discussiëren en om een voorkeur uit te spreken over de genoemde maatregelen in het rapport. Zoals ik al gezegd heb, in twee ronden, informerende ronde. En wie mag ik in deze eerste ronde het woord geven? Meneer De Graaf, D66. Wel ja, dan hebben we het ook maar weer gehad, hè? Voorzitter, in variant 4 van de meest kansrijke oplossingen wordt gesproken over tijdelijke woonunits. Kiezen we daarvoor, dan betekent dit dat deze variant als sober wordt gezien en dat deze dus gefinancierd wordt vanuit de GVA. Klopt deze redenatie? Als dat zo is, dan betekent dat er voor de 80 mensen die in 2016 een tijdelijke woonunit krijgen, er in 2018 geen financiële middelen vanuit het Rijk beschikbaar zijn. Immers, GVA is voor maximaal 24 maanden beschikbaar. In het raadsvoorstel wordt ook over Oosterdalfsen gesproken. Is er meer mogelijk op deze locatie? Mijn derde vraag is: de relatie met de uiteindelijke financiering is nog niet uitgewerkt. Wanneer kan het college een financieel plaatje geven met aantallen statushouders in Dalfsen per variant met bijbehorende bijdrage vanuit het Rijk per jaar en voor de komende 5 jaar? En met welke totale kosten per statushouder per jaar houdt de gemeente rekening voor de komende 5 jaar? Mijn laatste vraag: is het denkbaar dat we het zo regelen dat mensen die gehuisvest worden in de tijdelijke units en op kamerverhuur, twee van de varianten, een eerste recht van doorstromen krijgen naar vaste nog te realiseren woonbestemmingen, zodat ze na 2 jaar niet moeten verhuizen naar een woning buiten de gemeente? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Schuring, VVD. Dank u, voorzitter. Ik raak ze een beetje verward en misschien is dat meer doordat dat wij iets gemist hebben. Maar de taakstelling en de kern van de taakstelling, gaat het nou uiteindelijk om een woonplek beschikbaar hebben? Of gaat het nou om de vergunninghouder en het aantal vergunninghouders? Want ja, ik hoorde mijn buurman net al zeggen, het doorverplaatsen van. Als ik iemand in eerste instantie een tijdelijke woonunit aanbied en dan een jaar later doorzet naar een definitievere woning, zijn dat dan twee bewegingen? Of is dat nog steeds dezelfde twee huizen? Hoe zit dat nou precies? En de taakstelling 90 het ene jaar en 90 het andere jaar, is het dan meer bijgekomen? Zijn het dezelfde 90 huizen? Of is het dan opeens 180? Huizen is niet helemaal woonplekken. Ik raakte een beetje verward. En misschien komt dat ook wel een beetje omdat er eenmalig en jaarlijks door elkaar heen gebruikt werd.
Wij hadden daar, nou, daar kwamen wat vraagtekens over. Dus ik ben wel benieuwd of dat ietsje nader toegelicht kan worden. Dank u wel, meneer Schuring. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Een viertal vragen. In het rapport wordt gesteld dat een gemiddeld gezin bestaat uit 2,0 personen. Maar verderop in de uitwerking wordt uitgegaan van gemiddeld 4 personen per gezin voor een eengezinswoning. Vanwaar dat verschil? Dan wordt in het stuk gesproken over plaatsing van een gezin met 2 kinderen, dus weer die 4 personen. Maar er wordt nergens gesproken over een stel zonder kinderen. Betekent dit ook dat zij geplaatst kunnen worden in een eengezinswoning? De derde vraag gaat over de alleenstaande minderjarige vluchtelingen, waarvoor sprake is van eventueel kamerbewoning. Maar daar wordt niet gesproken over een maximum aantal jaren. Is daar sprake van een maximum aantal jaren? Dit lijkt voor de korte termijn een mooie oplossing, omdat ze meetellen voor de taakstelling en de financiering elders vandaan komt. Maar wat is het effect voor de langere termijn? De gemeente is uiteindelijk wel verantwoordelijk als ze 18 jaar worden om ze te huisvesten. En de laatste vraag, niet de minst belangrijke. In hoeverre hebben omwonenden nog een stem in het geheel? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kappert. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Ik heb nog 2 aanvullende vragen. De eerste is, is er al een keuze gemaakt voor verspreiding over de kernen of juist geconcentreerd opvangen? Is daar al over nagedacht? Wat is de visie van het college hierop? En de tweede vraag gaat over het vervolg. In het stuk staat dat de integratie van de vergunninghouders in onze samenleving grote inspanning zal vragen. Valt dat onder de opdracht van de projectleider die aangesteld is, of kunnen we daar een nieuw plan voor verwachten? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Van Maurits, Van Martels, sorry. Dank u wel, voorzitter. Dit is een belangrijk stuk natuurlijk, omdat de statushouders, het onderwerp wordt erg steeds actueler, omdat gemeenten natuurlijk kampen met het feit dat die taakstelling dusdanig hoog niveau is en de komende jaren zal blijven waarschijnlijk, dat we niet meer met de reguliere oplossingen waarschijnlijk uit de voeten kunnen. Dat denken we niet alleen, dat is ook wel zeker eigenlijk. Ik bedoel, dit rapport stelt eigenlijk heel duidelijk van, als we op de huidige voet verder gaan, dan zullen we aan de taakstelling niet voldoen. Nou, en dat is in ieder geval hetgeen wat we niet willen. We willen wel aan die taakstelling voldoen, van harte zelfs. Welke aantallen precies te maken hebben, dat weten we nog steeds niet. We weten wel dat het 33 zullen zijn voor het eerste halfjaar van dit jaar. Het tweede halfjaar hebben we nu inmiddels, kunnen we uit de berekeningen die we hebben binnengekregen ongeveer opmaken dat het tussen de 35 en 40 zullen zijn. Dus dat zijn er in ieder geval minder dan hier in het rapport worden genoemd. Dit rapport is ook bedoeld om met u de discussie aan te gaan als het gaat om de ambitie. Welke ambitie spreken we nou uit? Welke keuzes willen we gaan maken? En tot nu toe heb ik alleen vragen gekregen, maar ik ben ook reuze benieuwd van hoe u over dit rapport denkt en welke richtingen we op willen slaan. En dat hebben we gedeeltelijk gehoord, maar dat is wel echt de bedoeling van dat ik ook iets meekrijg van, hoe gaan we het nou precies, welke keuzes gaan we maken? Meneer Van Martels, we gaan het in 2 ronden doen zoals ik begin gezegd heb. Eerst een vragenronde en daarna opereren. Daar ben ik abuis. Dan ga ik natuurlijk zo snel mogelijk in op de vragen die gesteld zijn. Maar wel daarbij in acht nemend dat we in dit rapport, als het gaat om de financiële consequenties, er geen uitspraken hebben gedaan. Dat hebben we ook nog niet allemaal paraat. Want als het gaat om statushouders, dan weten we ook heel goed dat we natuurlijk vergoeding krijgen van het Rijk. Dat is enerzijds heel mooi, maar anderzijds weten we ook dat het gaat niet alleen om de directe vergoeding die we krijgen. Maar als gemeente ben je natuurlijk verantwoordelijk voor deze mensen. En we weten ook wel dat heel veel mensen gebruik maken van de participatiewet. En dan wil ik meteen noemen dat hoe belangrijk het is dat die integratie op een goede manier verloopt. Dat we ook een taak hebben om deze mensen natuurlijk hun kans moeten vergroten dat ze in het arbeidsproces mee kunnen doen. En dat ze volledig kunnen integreren. Maar de vragen die vanuit D66 worden gesteld over de financiële consequenties, ook over de tijdelijke woonunits. Wat zijn daar de gevolgen van?
Hoe worden die gefinancierd en dat soort zaken? Ik moet eerlijk bekennen, daar heb ik op dit moment geen pasklaar antwoord op. Dat moet verder allemaal worden onderzocht. Evenmin hebben we een antwoord op de vraag hoe gaan we het nou precies doen. Wat we wel weten is het feit dat we graag de statushouders willen verdelen over de hele gemeente. Zoals we dat in het verleden ook altijd hebben gedaan, willen we dat ook in de toekomst graag aan voldoen. Dat bespoedigt ook een betere integratie. Mensen worden eerder opgenomen in de samenleving. Dus daar zijn we groot voorstander van. Dat is wel een heel belangrijk aspect. Maar die financiële consequenties, ik heb ze nog niet in beeld. We krijgen een vergoeding enerzijds, of die toereikend zijn voor de keuzes die we maken. Anderzijds weten we niet. Als u zegt dat die woonunits misschien niet vergoed zullen worden, ja, is dat ook een aspect om mee te nemen in onze keuzes die we gaan maken. Ik wil niet de nadruk leggen op de financiële consequenties. De sociale consequenties vind ik zelf het belangrijkste. Maar die financiële consequenties komen natuurlijk op een gegeven moment wel om de hoek kijken. Dus je zult ze toch bij moeten betrekken. Ben ik met u eens? Er ligt een heel scala aan mogelijkheden. We hebben zelf gezegd er zijn 4 mogelijkheden die komen de meest voor in aanmerking. Dat zijn toekenning van de reguliere sociale huurwoningen, nieuwbouw sociale huurwoningen, kamergewijze verhuur of tijdelijke woonunits. Nou, dat ligt meest voor de hand. Maar we schrijven die andere mogelijkheden, die 6 mogelijkheden die worden genoemd, die schrijven ook zeker niet af. Wat dat betreft is er gewoon een goede afweging moeten gemaakt worden. En dat is hetgeen wat we willen gaan doen natuurlijk. De vraag van de VVD over die statushouders. U was even de weg kwijt van wat is nou statushouders. Nou, dus in ieder geval, als we dit jaar 33 statushouders in aanmerking komen om in Dalfsen gehuisvest te worden, dan betekent dat dat er 33 personen, daar gaat het dan om. En dat kunnen 33 vrijgezellen zijn, dat kunnen ook 4 families zijn van 4 kinderen en vervolgens nog een aantal mensen die op individuele titel komen. Dat kan allemaal. Dus voor ons is het iedere keer ook weer afwachten van als je 10 gezinnen hebt, dan is het makkelijk plaatsen dan nog vrijgezellen. Dat klopt. Alleen wij hebben er geen enkele invloed op. Wij moeten gewoon voldoen aan de eisen die worden gesteld. De vraag die gesteld wordt over de buurt, heeft die ook nog enige de omgeving van de... in het verleden is die vraag vanuit de Raad niet zo vaak gesteld, omdat ik hopelijk dat de Raad ook op de hoogte was van het feit dat daar met name vanuit vluchtelingenwerk heel veel aandacht aan wordt besteed, dat de buurt wordt betrokken bij het feit dat de statushouders komen. En neemt niet weg dat misschien nu nieuwe situaties kunnen ontstaan en dat het van groot belang blijft dat dat wel gaat gebeuren natuurlijk en blijft gebeuren. Laat ik het zo zeggen. Dus is de woonomgeving, wordt die erbij betrokken? Ja. En ik denk dat we dat in de toekomst nog misschien versterkt aandacht voor moeten hebben. Dat ben ik helemaal met u eens. Er wordt gesproken, is er in Oosterdalfsen meer mogelijk? Naar mijn weten niet meer mogelijk dan, en ik zei al, we kiezen voor een gespreide opvang. Dus ook al is daar meer mogelijk, ik weet niet of dat wenselijk is, laten we proberen zoveel mogelijk de spreiding te houden. Dus daarmee geef ik te kennen dat, ook al is er meer mogelijk, dat we daar niet bijvoorbeeld ook meteen vanuit moeten gaan dat we voor die oplossing gaan kiezen. Hoe gaan we straks nog verder? Dat is wel van groot belang en daar worstel ik zelf ook een beetje mee, want ik vind het wel belangrijk om te kijken van hoe gaan we de discussie met de Raad voeren. Andere jaren was het altijd zo, toen werd die vraag nooit gesteld, toen hadden we als college gewoon de bevoegdheid, dat hebben we trouwens nog steeds, om te zeggen zo lossen we het op en zo gaan we het doen. En er was nauwelijks enige terugkoppeling, maar ja, ik begrijp ook wel, de realiteit van vandaag is toch anders dan die van gisteren. Dus in die zin moeten we dat toch misschien meer aandacht voor hebben. Ik wil daar nog even over nadenken hoe we dat precies gaan doen. En ook nog als de raadsvergadering is, dat ik iets duidelijker kan aangeven hoe we dat precies gaan doen. En ik wacht natuurlijk ook graag deel 2 van deze discussie af, wat er nog naar voren komt, om daar wat specifieker antwoorden op te geven. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Martels. Het stuk komt niet terug in de raadsvergadering, dus... Ik weet niet hoe u dat anders wilt terugmelden naar... Nou, dan wil ik daar in ieder geval... ik wil hoe dan ook toch een soort terugkoppeling verzorgen, want dat vind ik van groot belang. Maar misschien is het nog even handig om de discussie nu af te wachten en dat ik daar dan even iets meer over kan zeggen en te vertellen hoe het dan het meest voor de hand liggend is. Oké, dank u wel. Mevrouw Kappert, naar aanleiding van de beantwoording. Dank u wel, voorzitter, want ik heb nog een paar onbeantwoorde vragen, dus... Misschien dat het toch nog mogelijk is dat u daar antwoord op kunt geven. Met name de vraag over de alleenstaande minderjarige vluchtelingen die in aanmerking zouden komen voor kamerbewoning. Of daar sprake is van een maximum aantal jaren dat men op die manier kan wonen.
Daarnaast de vraag over de plaatsing van een stel zonder kinderen. Aan welke huisvesting wordt dan gedacht? En de eerste vraag, dat in het rapport gesproken wordt over een gezin dat gemiddeld bestaat uit 2,0 personen, maar verderop in het rapport wordt uitgegaan van 4 personen per gezin. Dus graag zou ik daar meer duidelijkheid over willen. Dank u wel, mevrouw Kappert. Zijn er nog meneer De Graaf, D66? Ja, voorzitter, nog een aanvullende vraag. Als reactie op het antwoord van de wethouder. Ik begrijp dat hij vooral nog zoekende is naar de weg waar langs dit probleem moet worden opgelost. Hoeveel tijd hebben we nog? Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Van Matos. Om op die laatste vraag maar meteen antwoord te geven, hoeveel tijd hebben we nog? Nou ja, zoals ieder jaar hebben we een taakstelling en daar moeten we aan voldoen. Als die 33 plus, zoals genoemd, 35 tot 40 personen, als we daar aan het eind van het jaar niet aan hebben voldaan, dan zijn we onze verplichtingen niet nagekomen. En dus zoveel tijd hebben we nog, tot en met 31 december, om daar aan te voldoen. Maar dat betekent wel dat we nu, als de bieden weer gaan, aan de slag moeten gaan om in ieder geval deze taakstelling, in ieder geval voor dit jaar aan te voldoen. En dan terugkomend op de vraag van mevrouw Kappert. Hoe zit het met de minderjarige vluchtelingen? U heeft zelf in het rapport kunnen lezen hoe. Er staat ook een item aan gewijd. We hebben daar ook gesprekken over gehad. We weten allemaal dat ze dan ook meetellen voor de taakstelling. Maar het is nog niet onze eerste verantwoordelijkheid. Het gaat om de partij die het dan de minderjarige vluchtelingen onderbrengt. En die moeten daar een geschikt pand voor vinden. In samenspraak met de gemeente krijgen we dan te horen of hen dat gelukt is. Dat is niet onze verantwoordelijkheid om dat te doen. Daar hebben we al met één partij een contact over gehad. Ook bekeken of er een locatie geschikt daarvoor was. Dat bleek niet zo te zijn. Dus voorlopig heeft men het oog ook niet meer laten vallen op de gemeente Dalfsen. Of dat in de toekomst nog weer een keer zal plaatsvinden, het zou mogelijk, een mogelijkheid kunnen zijn. Maar op dit moment speelt dat niet. En dan heeft u het over een echtpaar zonder kinderen, een echtpaar met kinderen. Hoe wordt ermee omgegaan? Wij kiezen altijd voor de meest passende oplossing. En dat kunnen wij niet alleen doen. We zijn natuurlijk in gesprek altijd met Vechthorst, met de Vesten, met vluchtelingenwerk. Wat is de meest passende oplossing? En die kan de ene moment afwijken van het andere moment. Afhankelijk van de situatie die zich voordoet en de mogelijkheden die geboden worden. Dus vandaar. Is dat voldoende? Akkoord, dan sluit ik bij de meneer Schuring. Dank voorzitter. Ja, toch nog aanvullend, want we weten dus nog niet wat er precies gaat komen, of het gezinnen zijn of vrijgezellen en dat soort vijf en zes, maar dat bepaalt nogal wel wat je beschikbaar moet hebben. Er is wel enige spoed, want we willen de taakstelling voldoen. We weten dus eigenlijk alleen maar in aantallen straks de taakstelling, maar we weten niet precies hoe die ingevuld kan worden. Hoe werkt dat dan? Krijg je mondjesmaat een aantal mensen aangeleverd? Of is het zo dat je te kennen geeft wat je beschikbaar hebt en vervolgens dat daar invulling op aangegeven wordt de andere kant op? Of hoe moet ik dat zien? Of krijgen we straks in december te horen van, oh ja, by the way, we hebben nog 20, en dat moet u nog even voor het eind van het jaar doen? Nee, we krijgen dan in deze periode ongeveer te horen wat de taakstelling is voor het tweede halfjaar. Dan krijgen we ook te horen of dat vrijgezellen zijn, gezinnen zijn of wat dan ook. En op dat moment kan er bepaald worden en overleg getreden worden met partijen om te kijken hoe we daarmee tot de juiste oplossing kunnen komen. En we hebben daar zelf dus niets over te zeggen. In die zin over aantallen niet en ook niet over de samenstelling van de groep. Dank u wel voor de beantwoording. Ga naar het opinierende gedeelte. Nou, u had de laatste vraag, meneer Schuring. Mag ik bij u voor de opinie beginnen? Dat was nog malende. Want ik heb vandaag op Radio 1 ook weer gehoord dat de meeste gemeenten inderdaad hun taakstellingen niet halen. En dat daarom de AZC's vol blijven en we geen doorstroming hebben. En dat daar door de staatssecretaris op gehamerd zal moeten gaan worden. Dus de andere kant op heb je dan ook het gevoel van, dus blijkbaar, op het moment als je beschikbaarheid stelt voor een bepaalde groep, dan kan ik me voorstellen dat de staatssecretaris wat makkelijker is in die verdeling en dat je er op die basis wel wat invloed op uit zou kunnen oefenen. Maar ik heb daar verder ook geen zicht op. Het lijkt me helder. Taakstelling, daar is geen discussie over en die hebben we te voldoen. En het liefst zo goed mogelijk. En daar waar je een beetje sturing kunt hebben op de samenstelling, zou dat fantastisch zijn natuurlijk. En vaak is het zo, degene die het eerst komt,
Die heeft in sommige gevallen ook het eerste recht, maar dat zal dan in dit geval misschien niet zo wezen. Ik denk dat we hier verder die spreiding, nou ja, ook daarbij zien we in de tijdelijke woonunits spreiding is wat niet te veel spreiding wordt al aangegeven, want dat mag door het COA niet, want dan wordt het te klein. En die hebben we ook al vaker gehoord. Ik denk dat het een compleet stuk is verder. En invulling komt wel. Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Graaf, mag ik met u verder? Ja, dank u, voorzitter. Vandaag heeft de staatssecretaris bekendgemaakt dat de taakstelling voor het tweede halfjaar 2016 23.000 personen zijn. Met de 20 van het eerste halfjaar is dat een behoorlijke opgave. Het is dus ook een open deur om te stellen dat we voor een enorme uitdaging staan om jaarlijks deze grote groep mensen van buiten een fatsoenlijke woonruimte aan te bieden. En vooral een plaats in onze samenleving in te laten nemen. Maar laten we deze mensen vooral in onze gemeente dan ook een open deur bieden. Het rapport van het platform Opnieuw Thuis geeft een goed beeld, een goed rapport van de huisvestingsmogelijkheden op korte en lange termijn. Met deze informatie zijn we in staat afweging te maken uit de verschillende verkende opties. En wat D66 betreft kunnen we ons uitstekend vinden in de 4 varianten. Waarbij inderdaad ook de overige 6 blijvend verkend moeten worden om die kansen ook te benutten. Waar we aandacht voor vragen is om het beleid zo in te richten dat een goed draagvlak onder de bevolking in stand blijft en dat nieuwe inwoners met een verblijfsvergunning, dat is toch wat anders dan vergunninghouders, net zo goed als burgers niet bestaan, zouden vergunninghouders ook niet moeten kunnen bestaan. Nieuwe inwoners met een vrij verblijfsvergunning ook de kans en de mogelijkheid krijgen volledig te integreren. Integreren vraagt een wederzijdse inspanning van betrokkenen en daar rekenen we dan ook op. Ten slotte vragen we aandacht voor een financieel overzicht. De wethouder heeft al wat over gezegd. Financieel overzicht en de consequenties voor de komende 5 jaar. Zodat we goed in beeld hebben van kosten en opbrengsten. Waarbij, en ik ben het met hem eens, het sociale aspect natuurlijk leidend is. Maar we kunnen niet om de financiële paragraaf heen. Dat is het, voorzitter. Dank u wel, meneer de Graaf. Meneer Wildvank. Ja, dank u wel. Ja, we hebben niet direct vragen gesteld. Het stuk is wat mij betreft echt duidelijk. We hebben er uiteraard wel wat gedachten bij. Want er liggen nu een 4-tal varianten voor die nog wel wat nader uitgewerkt moeten worden. Maar die varianten zijn op zich wel vrij specifiek al. Kort gezegd, het stuk zoals het er ligt vinden we een prima stuk. Maar aangenaam verrast. Goed geschreven. En we zijn ons terdege bewust van de verplichting die we als gemeente en gemeenschap hebben om dit probleem op te lossen. Althans, te helpen om het probleem op te lossen. En de invulling van die oplossing moet wel passen in de aard en de schaal van Dalfsen. Bij de aard en de schaal van Dalfsen. En het is natuurlijk niet alleen huisvesting. Daar kunnen we wellicht nog vrij gemakkelijk oplossingen voor vinden. Maar het daadwerkelijke opnemen in de leefgemeenschap van deze nieuwe groep Nederlanders, medelanders. En dat vergt nog wel iets meer dan alleen maar een stuk huisvesting. Maar dat is wellicht voor later. De schaal van de huisvestingsproblematiek hebt u goed in beeld gebracht. Compliment daarvoor. En dat past goed bij Dalfsen. En laten we eerlijk zijn, we hebben daar ook niet helemaal de vrije keuze. De aard lijkt in de meeste oplossingsrichtingen waar u de voorkeur aan geeft, die 4, ook goed te passen. En voorkomen van verdringing, waardoor eigen jeugd of andere woningzoekenden langer in de wacht komen, is een goed uitgangspunt om vast te houden. De enige aarzeling die we maar hebben is bij het punt van kamergewijze verhuur. Dat kennen we niet zozeer in Dalfsen. En op de manier zoals het hier in het stuk wordt beschreven, zou dat betekenen dat er slaapkamers worden verhuurd en gemeenschappelijke ruimte worden gedeeld. En dat is mogelijk iets wat een heel eigen dynamiek met zich mee gaat brengen, die we niet kennen in dit dorp. Daarmee wil niet gezegd zijn dat dat niet kan, maar ik vraag u nadrukkelijk om daar nog eens even goed naar te kijken en ook met de Vechthorst over te discussiëren. Van ja, is dat nou wel de meest passende oplossing? Zou je niet meer moeten kijken naar toch wat duplexachtige woningen waarbij ook andere faciliteiten weer zelfstandig beschikbaar komen? Want als je een relatief grote groep, want daar hebben we het over, op deze manier wordt gehuisvest, waarbij ze een gemeenschappelijke keuken en een gemeenschappelijke badkamer, want dat is het voorstel volgens mij, wordt geleverd, dan voorzien wij daar wel wat
spanning. Er zou wat spanning kunnen ontstaan, laat ik het zo zeggen. Ik heb twee kinderen die in een studentenstad wonen. Dat kan echt zomaar gebeuren, kan ik u verzekeren. Voor het overige nogmaals compliment voor het stuk. En ik denk dat het goed is om een aantal zaken wat nader uit te werken. En wat het laatste punt betreft, die kamergewijze verhuur, vragen wij nog even om eens even met de vechthorst te kijken van wat zijn hier nou mogelijk alternatief. Dank u wel, meneer Wildvank. Mevrouw Schiphorst, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ook het CDA zet het hart open voor de statushouders in Dalfsen. Vandaag discussiëren we dan over de huisvesting en een goed overzicht wat we hebben ontvangen. Dank daarvoor, helpt daarbij. En wij willen ook opmerken, zoals dat andere partijen ook al hebben gedaan, dat alleen de huisvesting niet aan de orde is. Er is meer. Er komt veel meer bij kijken en die uitdaging gaan we aan, samen. De huisvesting is een lastige zaak, want we willen natuurlijk niet dat de woningzoekenden nog langer moeten wachten op een huurwoning. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we in 2016, zo'n 90, nou u heeft het net al toegelicht, statushouders een plekje in Dalfsen moeten bieden. En naar verwachting hetzelfde ook voor 2017. U heeft gekeken naar de mogelijkheden om deze opdracht te kunnen uitvoeren. En het uitgangspunt is de taakstelling. Dat is opgelegd en aan die opdracht willen wij minimaal invulling geven. Maar we weten ook dat er meer vluchtelingen zullen komen die een plekje nodig zullen hebben. Daar sluiten wij onze ogen niet voor. En we willen juist inzetten om ook daarvoor in de toekomst klaar te zijn. En welke wegen kiezen wij daarvoor? Verdringing van huurders willen we voorkomen. Er is immers al een wachtlijst. En we realiseren ons terdege dat dit misschien niet helemaal zal lukken. Want de huidige toewijzingsmethode zal niet gaan werken. En daardoor zal het draagvlak voor het vluchtelingenbeleid met de dag afnemen. Op landelijk niveau heeft het CDA al plannen ingediend om de urgentie van statushouders uit de toewijzingssystematiek te halen. En gelukkig, het kabinet gaat daarmee aan de slag. Maar los daarvan omarmen wij het naar voren trekken van de bouw van sociale huurwoningen. Voor alle doelgroepen. Nu bouwen om de wachtlijsten niet meer op te laten lopen. En dat er ook subsidie beschikbaar is om extra huisvesting te stimuleren en in te zetten op doorstroming is dan mooi meegenomen. Diversiteit in de kernen is voor het CDA een must om inburgering en integratie te bevorderen. Want ook dat hoort bij het plaatsen van statushouders of bij het een plekje geven van statushouders. Passend, ik hoorde het al vanavond eerder, bij de schaal van Dalfsen. Integratie staat voorop. We willen de nieuwkomers in onze gemeenschappen verwelkomen en opnemen. Omzien naar elkaar, dat past ons. Draagvlak en draagkracht van de lokale bevolking is essentieel voor een goed functionerend beleid. En ik hoor het al bij de vragen. Een goede communicatie met de lokale bevolking hoort daar vanzelfsprekend bij. We zien meerwaarde in het gebruik van voordeurdelen. Meneer Wildvank had er al een opmerking over. Maar in een woongroep kunnen meerdere statushouders een woning delen. Elk een eigen kamer en men kan gebruik maken van de algemene voorziening. Dat zien wij voor met name de alleenstaanden als een optie. Wij zien geen heil in panden op een industrieterrein, ergens achteraf, maar meer in leegstaande kantoorpanden of leegstaande winkelpanden in het dorp, in de kernen. En daarbij een herstructurering toepassen is dan ook nog eens een kans om de winkelvoorzieningen weer bij elkaar in de buurt te krijgen. Het plaatsen van woonchalets, moeilijk woord, zien wij ook zitten, maar wel kleinschalig. Dat hebben wij op te merken over de huisvesting. En het is een discussie waard natuurlijk. Het is ook een groot probleem. We willen, hoewel het geen onderdeel is van het voorstel, toch nog een opmerking maken over de crisisnoodopvang. Vluchtelingen die in Nederland aankomen, die worden momenteel nog steeds opgevangen in crisisnoodopvang. En dat is in sporthanden. In beginsel 72 uur. We noemen het rondrijden van mensen en dat vinden wij afschuwelijk, onmenselijk. En daar willen wij als CDA niet aan meewerken. Kleinschalige opvang daarvan is voor ons wel een optie, maar dan ook langer. Waarbij het de bedoeling is dat de vluchtelingen vanuit deze vorm van opvang dan zo snel mogelijk doorstromen naar de reguliere opvang. En dat is dan het asielzoekerscentrum. Zover onze inbreng, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter.
Het is al gezegd, maar voor ons ligt een duidelijk rapport met mooie aanbevelingen, goed leesbaar en ik denk ook in een groot aantal opties goed uitvoerbaar. Het is goed om te lezen dat in het geval van nieuwbouwwoningen de woningen voor statushouders niet ten koste gaan van het totaal aantal te bouwen woningen dat de gemeente toegewezen heeft gekregen. En wij kunnen ons wel vinden in de aanbevelingen van Opnieuw Thuis, maar willen daar nog wel wat aanbevelingen aan toevoegen. In het kader van duurzaamheid zou ook gedacht kunnen worden aan levensloopbestendig bouwen van huurwoningen, die misschien in een later stadium geschikt zijn voor senioren. Als het gaat om de verhuisbehoefte, ligt bij senioren de behoefte met name om van een groter naar een kleiner huis te willen uiteindelijk. En misschien kunnen de woningen die nu gebouwd gaan worden, daar al op ingedeeld worden. Het is al eerder gezegd, maar als het gaat om de alleenstaande minderjarige vluchtelingen kamersgewijs te vestigen, sluiten we ons eigenlijk aan bij de PvdA die al zegt van dat kan nogal spanning opleveren en dat heeft wel aandacht nodig. En daarom willen wij de aanbevelingen die gedaan worden door Opnieuw Thuis ook graag onderstrepen. En u zei het net zelf al, in samenwerking met instanties en eventueel bedrijven waar mogelijk naar goede huisvesting zoeken. Als het gaat om de communicatie, wordt er gezegd dat de communicatie met personen en instanties die betrokken zijn bij volkshuisvesting zeker aandacht heeft. Wij vinden het echter ook van groot belang dat de communicatie met omwonenden goed tot uitvoering gebracht wordt. En dat heeft u net al toegezegd. Dus daar zijn we blij mee. Belangrijk hierbij is dat mensen weten wat voor buren ze krijgen. Uit welk land komen ze, welke taal spreken ze en hoe kunnen wij ze benaderen. En wat staat ons te wachten? En wellicht zijn er dan al heel snel mensen in de buurt die zeggen van wij willen ons wel ontfermen over zo'n gezin. En ook dat is eerder genoemd, dat zou de integratie enorm kunnen bevorderen. Statushouders, het is een nawoord, maar we willen onze medelanders graag opnemen in de gemeenschap. Wat betreft de tijdelijke woonunits, het lijkt allemaal prachtig, maar we hebben toch onze vraagtekens bij. Want wat is het effect voor de wijk, het aanzicht, het onderhoud, maar ook hoe is het wooncomfort op de lange termijn? Is het inderdaad zo mooi als het lijkt? En zoals het nu opgedeeld is in drie locaties, waar sprake van is, of twee locaties zelfs, is er, drie, sorry. Is het nog de vraag van is dat niet te groot? Is dat niet te veel bundeling op één plek? Is het niet beter om de mensen in wijken te plaatsen waar ze echt kunnen integreren? En de vraag of inderdaad toekomstig bouwterrein daar nou wel zo de aangewezen plek is. Nou, nogmaals, onze vraagtekens daarbij. Daarnaast de optie tot het ombouwen van leegstaand commercieel of maatschappelijk vastgoed lijkt minder kansrijk, maar misschien toch wel aantrekkelijk en zeker, en daarbij sluiten we ons aan bij het CDA, als dat binnen de kern is en niet buiten de kern en niet buiten de woonwijken, want dan ga je je doel ook voorbij streven. Kortom, een mooi plan waar we denk ik heel veel mee kunnen, maar laten we dat vooral met z'n allen in samenspraak doen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kappert. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt, het is al vaker gezegd, een helder, compact en goed leesbaar onderzoek. Onze complimenten hiervoor. Het sluit ook direct aan op de actualiteit van vandaag. Zorgen over een tekort aan beschikbare woonruimte en daardoor te weinig doorstroming in asielzoekerscentra. Voor de fractie van de ChristenUnie is gastvrij opvangen het uitgangspunt. Ook als de taakstelling pittig is. Zoals het nu lijkt, bijna 200 mensen de komende 2 jaar. We steunen de keuze voor de 4 meest kansrijke oplossingen, zoals aangegeven in het strategisch advies. Bij punt 2 kiezen we voor het zo snel mogelijk realiseren van de meest kansrijke oplossingsrichtingen, waardoor er meer vergunninghouders kunnen worden gehuisvest. We vinden dit een belangrijk signaal dat we als gemeente ons steentje willen bijdragen als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Dalfsen scoort in alle lijstjes hoog. We hebben dan ook veel te bieden aan hen die vaak na veel ellende een veilige woonplek nodig hebben. Wat betreft punt 3 en 4 steunen we het blijven onderzoeken van minder kansrijke oplossingen en zeker het positief reageren op initiatieven vanuit de bevolking. We weten van de betrokken inwoner die de gemeente woonruimte aanbood en teleurgesteld was over de afwijzende reactie, die vooral neerkwam op heel veel leeuwen en beren op de weg. Wees ook daar creatief en denk mee.
Tot slot twee opmerkingen. We zijn blij dat er veel aandacht wordt gegeven aan communicatie. Wel een opmerking. Er staat dat de communicatie specifiek gericht dient te worden op personen en instanties die bij volkshuisvesting zijn betrokken. We pleiten ervoor om dat juist niet te doen, maar de communicatie heel breed te richten op de hele bevolking. Dit omdat er zoveel lijntjes zijn naar scholen, sportclubs, arbeidsmarkt. Daarom graag een zo breed mogelijke communicatie. Het tweede punt. In het raadsvoorstel staat terecht, de integratie van deze doelgroep in onze samenleving is minstens zo'n grote opgave. Hierbij wordt ook de zorgelijke positie op de arbeidsmarkt genoemd. Dit kan worden aangevuld met de extra opdracht voor onderwijs en maatschappelijke ondersteuning. Daar zal deze groep moeten concurreren met andere kwetsbare groepen. En het is goed om tijdig met een plan van aanpak te komen. Samengevat, voorzitter. Laten we gasvrij opvangen en als Dalsen onze steentjes bijdragen. We steunen de voorgestelde volgorde van oplossingen en hebben aandacht gevraagd voor een brede communicatie en de noodzaak van een tijdig plan van aanpak rond de integratie. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Jij, wethouder, heel veel complimenten over het stuk. Helder, goed beeld, prima stuk, hart open, duidelijk rapport. Nou, ik denk wel dat de commissie hier met een warm hart gesproken heeft. Maar ze hebben u ook al de nodige aanduidingen gegeven waar u aan moet gaan denken. En daar wil ik wel graag even een reactie van u, hoe u daar verder mee wilt. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, hartverwarmende reacties. En mooi dat iedereen positief tegenover het rapport staat. Dat het goed ontvangen wordt, dat het goed onderbouwd is. Maar ja, nu is... Is het aan ons om daar een goede richting aan te geven? En ik proef wel uit de opmerkingen die gemaakt zijn dat we niet een hele totaal andere koers hoeven te gaan varen. Ik bedoel, de vier punten die wij genoemd hadden, dat die de meest voor de hand liggende zouden zijn. Dat wordt wel omarmd. Wel een kritische opmerking dan over die kamerverhuur. Van twee kanten hoor ik dat. Kijk daar heel kritisch naar. Maar wat ik wel hoorde was, ga aan de gang en... Die communicatie, heb daar heel veel aandacht voor. En niet alleen naar de direct betrokkenen, maar gewoon trek het heel breed. Dat snap ik ook heel goed. Dus ik ben blij met deze reacties, dat is één. Maar ik besef wel dat we voor een moeilijke opgave staan. En dat we, ik hoorde dan dat er uit een initiatief uit de samenleving dat allerlei bieren en leeuwen werden gezien op de weg. Maar dat vind ik dan jammer, want zo willen we eigenlijk helemaal niet te werk gaan. We willen juist kijken waar de mogelijkheden liggen. En misschien is in dat specifieke geval wel iets inderdaad heeft zich voorgedaan wat echt een probleem zou zijn. Dat zou kunnen, maar laten we inderdaad met verschillende partijen gaan kijken waar de oplossingen liggen. En die kunnen heel breed liggen, maar we gaan er wel als eerste kijken naar de voorstellen die wij hebben gedaan. Dus die vier voor de hand liggende mogelijkheden, die gaan we als eerste mee aan de slag. In samenspraak met de partijen. En als het dan gaat over de terugkoppeling van een aantal zaken, daar wil ik het eerst nog eens even ook binnen het college over hebben hoe we daarmee aan de gang gaan. En dan wil ik u zo snel mogelijk van op de hoogte stellen hoe we het vervolgtraject, hoe we daar een richting aan kunnen geven. Dank u wel. Dank u wel, wethouder, voor uw antwoord. En waarin u aangeeft dat u toch nog extra gaat kijken naar de suggesties die hier geopperd zijn. Maar waarbij de omwonende communicatie heel erg belangrijk zal worden. En dat wij op redelijk korte termijn van u een terugkoppeling mogen verwachten hoe u een en ander gaat aanvliegen. Dat was het dan. In afwachting van die snelle terugkoppeling, want de commissie wil heel graag, die staat er met een heel open hart in. Dan gaan we verder met punt 7 van de agenda. Ontwikkeling Aijenpunt Honorst, wederom de heer Van Martels als woordvoerder. Ook dit punt is opinierend. Ik wacht even tot... Blijft Honorst nog op de tribune zitten? Oké. Punt 7. Ontwikkeling Aijenpunt Honorst. Het college heeft het voornemen om een renteloze lening te verstrekken aan stichting Aijenpunt Honorst. Om dit mogelijk te maken. De
De gemeenteraad moet hiervoor worden gehoord en in overleg met de agendacommissie is ervoor gekozen om dit te horen in de raadscommissie te doen. We doen dit in twee ronden, informatieve ronden waarbij u vragen kunt stellen, daarna de opinierende ronde. Wie mag ik voor de eerste ronde, wat de vragenronde betreft, het eerst het woord geven? Mevrouw Lasje, gemeente of ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Ik zou hier iets op kunnen zeggen, maar laat ik mijn vragen maar stellen. We hebben drie vragen. De eerste is, we missen financiële gegevens, een begroting. Ligt dat hieronder, is dat ergens? Tweede vraag, welke nadere inzichten hebben ertoe geleid dat er een aparte stichting is opgericht? Er wordt gezegd nadere inzichten, maar er wordt niet uitgelegd wat die inzichten dan wel zijn. En de derde vraag is, mag het op deze manier? Lijkt het niet zo op een subsidie of wat ook maar? Dus valt dit binnen de regels van de kunst? Dat waren de vragen. Dank u wel, mevrouw Lasje. De laatste vraag was of dit zo mag. Is het dan niet een subsidie of een verkapte andere vorm van ondersteuning? Dus of het mag. Mevrouw Snijder, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk één vraag en dat is, wat is het risico voor de gemeente? In het stuk staat dat de subsidie van de provincie in ieder geval 80.000 is. En het college is daar vrij zeker van. Dat komt nou juist even wat twijfelachtig over, dus ook onzeker voor ons. Dus concreet, wat is het risico voor de gemeente? Dank u wel, mevrouw Snijder. Mevrouw Ruimerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Onze vraag sluit wel een beetje aan op die van de gemeentebelangen. Want ik lees deze renteloze lening aan 80.000 als voorfinanciering van de projectkosten. Wij gaan er dan dus ook vanuit dat deze financiering wordt afgelost op 31/12/2016, los van de ontvangen subsidie van de provincie. En graag krijgen we dit bevestigd. Dank u wel, mevrouw Ruimerman. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Ja, ik heb een iets andere vraag. Dat sluit een beetje aan op wat de ChristenUnie net ook al vroeg, die nieuwe inzichten. Maar die nieuwe inzichten hebben nou kennelijk ook toegeleid dat een eerdere aanvraag, die namelijk gewoon afgewezen werd, nu in één keer toegewezen wordt. En ik ben wel even benieuwd wat hier nou de doorslag heeft gegeven dat, anders dan het feit dat er nu een stichting is, dat er nu wel wordt toegewezen. Meneer Wildvang, bedankt. Meneer De Graaf, D66. Ja, voorzitter, ik sluit daar maar bij aan. Met dan nog de vraag, kunnen we dan aannemen dat het initiatief nu het is ondergebracht bij de stichting, het risico ook is afgenomen of verdwenen? Dus hetzelfde vraag. Dank u wel, meneer Schuring. Geen vragen. Meneer Van Martels. Dank u wel, voorzitter. Duidelijke vragen. Hoop ik een duidelijk antwoord ook daarop. Een financiële begroting, uiteraard is er een financiële begroting gemaakt van alles. Ligt hier niet onder deze stukken, maar hier gaat het echt om de... We hebben die wel gezien, we hebben wel gezien van wat er precies speelt en waarom dat geld noodzakelijk is voor de stichting. Wat zijn nou de nadere inzichten om een stichting op te richten en waarom is het eerdere verzoek afgewezen? Nou, het eerdere verzoek is afgewezen, toen heeft de bibliotheek een verzoek ingediend en toen waren we niet zo overtuigd van het feit dat die ondersteuning echt noodzakelijk was. Toen hebben we ook gezegd dat de financiële middelen bij de bibliotheek voldoende aanwezig zouden zijn. We hebben daarna ook gemerkt, omdat er ook gesprekken zijn gevoerd, daarna nog weer. En men inmiddels een stichting had opgericht. En die stichting heeft men vooral opgericht om de fondsenwerving beter op gang te krijgen. Omdat men erop gewezen is dat als je een stichting in het leven roept, dat je dan een betere kans hebt om daarnaast ook nog financiële middelen te verkrijgen via fondsenwerving. En daarnaast hebben we gezegd als gemeente van, ja, we beseffen wel heel goed van dat het aan je punten echt moet komen. En dat zou toch heel jammer zijn als we het... waarom laten we de partijen niet gewoon wat makkelijker maken? Het is gewoon een duwtje in de rug. Misschien zouden ook zonder deze renteloze leen, zouden de partijen er misschien ook nog wel in toe in staat zijn. Maar we willen ze gewoon niet moeilijker maken dan het al is. En de onderbouwing is denk ik ook, in onze ogen was die voldoende. We hebben beseft dat de provincie wel degelijk bereid was om een eerste aanleg van €50.000 beschikbaar te stellen. En de gelden die daarna, die 150.000, eerst 70.000 halverwege de afronding van het project en die 80.000 als het project helemaal is afgerond. Dat was voor ons voldoende reden om toch bij nader inzien te besluiten van, dit gaan we gewoon doen, die renteloze lening verschaffen. Van, laten we de partijen gewoon wat makkelijker maken. De partijen die in de stichting vertegenwoordigd zijn, laten we die gewoon een duwtje in de goede richting geven.
En het is voor een goed doel. Het is voor een project waar heel Dalfsen gewoon de vruchten van kan plukken. Het is goed voor de toeristische sector. Het is goed voor Hono zelf. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen te bieden. Dus we zouden het erg jammer vinden om nou moeilijk te lopen doen. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Daar komt het eigenlijk op neer. En daarom hebben we gezegd van dit moeten we gewoon doen. We lopen zelf geen financieel risico. Tenminste, u stond vrijwel geen risico stond er. Maar ja, dat vrij zeker van het feit dat we het terugkrijgen, dat word je vrij. Dat stond erbij omdat je natuurlijk, dus je bent ervan overtuigd, maar misschien kun je niet alles overzien. Maar wij zijn er inmiddels wel van overtuigd dat het geld terugkomt. En dat wij als gemeente eigenlijk geen risico lopen. Behalve dan ja, de rente die je dan misloopt. Dat is dan het enige. De 0,5% wordt hier al gezegd van door de staatskassier. Dus dat is eigenlijk het antwoord op de vragen, voorzitter. Daarom. Dank u wel, meneer Van Martels. Meneer De Graaf, D66. Een vraag voor de wethouder. Klopt het dat die 80.000 euro, dat is vrijwel garant ten opzichte van de uitkering van de provincie. Klopt het dat de stichting nog een risico loopt ten aanzien van de 20.000 euro subsidie uit andere fondsen? Daar wordt een zeker risico, lopen ze daarmee, omdat ze niet zeker zijn van dat ze dat kunnen verwerven. Maar ook in het stuk staat heel duidelijk van de partijen hebben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid. Vandaar dat we hebben gezegd van laat nou niet wat dat betreft dat we daar ook voor garant staan. Dat is de reden. Nog één keer. Ja? Maar loopt daarmee het projectrisico voor de stichting? Of is dat uit andere middelen voldoende te dekken? Dan is het project loopt daar geen risico mee. Want als u de ontwikkelingen volgt in Honorst, dan weet u inmiddels ook wel hoe ver men al gevorderd is. Daar loopt het project zeker geen risico mee. We zijn ervan overtuigd dat we nu in een fase zijn beland dat het eigenlijk het zal slagen. Maar de liquiditeitspositie kunnen we gewoon wat gemakkelijker maken voor de stichting door nu deze renteloze lening te verstrekken. Ik kijk even rond. En verder geen aanvullende vragen, dan ga ik naar het openierende gedeelte. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Mevrouw Ramerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Het CDA hecht waarde aan goede voorzieningen in de kernen. Het cultuurconcept is daar een onderdeel van. We hebben dan ook geen moeite met een renteloze lening van 80.000 euro als deze op 31/12 wordt afgelost en niet afhankelijk is van de ontvangersubsidie. We ondersteunen het initiatief en als we dan op deze manier als gemeente ons steentje bij kunnen dragen, dan moeten we dat zeker doen. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Meneer Wildfank. Ja, dank u wel. Ja, ook wij zijn het op zich eens met het voorstel. Hebben het wel wat vreemd gevonden dat we in eerste instantie in een eerdere fase, maar dat zou ik ongetwijfeld toen even gemist hebben, toch vrij bordweg hebben geweigerd onder een verwijzing naar de reserves van de bibliotheek. Ja, de BIEB was wel penvoerder, maar dat maakt je nog niet direct financier van dit punt. Van dit aanjepunt, zeg maar. Maar goed, u schrijft nu zelf ook dat het een groot maatschappelijk doel dient. En dat daarom ook wel de financiering gelegitimeerd is. Of althans het verstrekken van een renteloze lening. Nou, wat we er mooi aan vinden is dat privaat en publiek hier ook wat bij elkaar komen. Dat is een goede zaak. En we zijn van harte eens met het feit dat het nu op deze manier financieel ook afgerond wordt. En we stemmen dus graag in met het voorstel. Dank u wel, meneer Wildfank. Meneer De Graaf, D66. Ja, voorzitter, het is mooi om te zien dat de gemeente een reddingsboei heeft toegeworpen aan de initiatiefnemers van het Anjepunt Honorst. Het is niet ieder particulier initiatief gegeven om het in één keer goed te doen. Juist dan is het goed als de gemeente een helpende hand biedt. En dat is met deze voorgestelde renteloze lening van 80.000 euro het geval. Wij kunnen dus van harte instemmen en wensen de afronding van het project nog veel succes. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Schuring, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, geen risico's. Een grote steun in de rug voor de initiatiefnemers. En ja, het is een voorziening voor de kern die zeer gewenst is. En ik denk dat de initiatiefnemers dat ook duidelijk hebben gemaakt. Dus ik zou zeggen, gauw doen. Dank u wel. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Voor ons ligt het verzoek om een renteloze lening te verstrekken aan de stichting Anjepunt in Honorst. En we hebben er drie opmerkingen bij. De eerste is dat we het wel een beetje een vaag en rommelig gebeuren vinden. En we hebben daar onze vragen al over gesteld. Tweede punt,
Het Anjepunt in Honigs is een mooi project dat past binnen het culturisch concept in het dorp dat bruist van de initiatieven. Het derde punt, het gaat om een relatief klein bedrag en de gemeente loopt bij een lening van 80.000 euro zo goed als geen risico. Kortom, voorzitter, we kunnen het voorstel prima steunen, maar vinden de gang van zaken wel een beetje een rommeltje. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Snijder, gemeentebelangen. Ja, dank u, voorzitter. Wij kunnen de aanvraag van een renteloze lening goed begrijpen en we kunnen ons er ook zeker in vinden in verband met het maatschappelijk belang van het oprichten van een Anjepunt in Honorst. En erger, als we het niet doen, het eventueel mislopen van de subsidie. We helpen de wethouder dan ook graag duwen en vooral als er geen risico is. Het moet echt wel gaan om een overbruggingskrediet totdat de subsidieuitkering van de provincie er is. Maar we gaan ervan uit dat het college zich hiervan bewust is en het goed vastlegt. Dank u. Dank u wel, mevrouw Snijder. Dan komen we op het eind van dit punt. En wethouder, de commissie zijn er niet de raad gehoord te hebben. Wat gaat u nu doen? Het voorstel wat we als college hebben ingediend gaan we honoreren. 80.000 euro verstrekken en renteloze lening. En 31 december is het geld weer binnen. Dank u wel voor deze toezegging en ik zie lachende gezichten achter u op de tribune zitten. Gefeliciteerd Honorst en doe de goede zaken mee. Daarmee gaan we verder met punt 8 van de agenda. Ik zal u even de gelegenheid geven om deze blijde boodschap in Honorst te brengen. Dan gaan we verder met punt 8 van de agenda, voorzieningen in de kennen. Een informerend stuk, vandaar dat we het ook in één ronde gaan doen. En er zijn twee portefeuillehouders, dus even afwachten wie waarop zal antwoorden. Maar kort na de verkiezingen is in 2014 het raadsdocument vastgesteld en een van de onderwerpen daarin is de leefbaarheid van de kernen, of in de kernen. Het was de bedoeling om vorig jaar een inventarisatie uit te voeren en daarna te bespreken wat er nodig zou zijn qua voorzieningenniveau in de kernen. Het college heeft besloten om dit thema invulling te geven bij de implementatie van de Omgevingswet. De raad wordt hiervoor over later dit jaar geïnformeerd. Het onderwerp staat op de agenda voor oktober 2016. Ik heb al gezegd, voorzieningen in de kernen, informerend op de agenda. Twee portefeuillehouders. Ik vraag van u zowel de vragenronde als de opinierende ronde in één keer te doen. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ik heb de hele avond zitten wachten. Ik heb zo'n zin om. En dan loopt iedereen weg. Dat is wel weer jammer. Buiten binnen en verdwijnen. Voorzitter, we hebben in hoofdstuk 2 opmerkingen. Al langs twee lijnen willen we wat zeggen. Eerst over de eerste indruk van het besluit om dat thema voorzieningen in de kernen bij de implementatie van de Omgevingswet te behandelen. Dat roept voor ons enkele vragen op en die wil ik dan ook maar stellen. Tenminste voor onszelf. Waar gaat die Omgevingswet nu eigenlijk over? En er werd net al gezegd, we komen daar in oktober op terug. We hopen dat we dan informatie krijgen, daar willen we echt een streep onder zetten. Vervolgens is de vraag, ja, gaan we nou twee jaar wachten en intussen niks doen? Oftewel twee jaar rust op dat front. En kunnen we op dit moment wel overzien wat er gebeurt als we de leefbaarheid in de kernen niet bespreken? Als we dat, wat voor ons steeds een item is, leefbaarheid in de kernen, belangrijk thema, dat zou hoe dan ook centraal moeten blijven staan, gebeurt er nou twee jaar niks aan. We verwachten van het college toch enige helderheid op dit punt en de onderliggende vragen. Een tweede lijn. We hebben ook natuurlijk gekeken van wat houdt die Omgevingswet nou in. Er zijn misschien wel mensen die er meer nog van af weten. En wat het doel is. Het gaat om mooier, schoner en veiliger maken van de leefomgeving. Integraal en gebiedsgerichte benadering. Leefomgeving staat centraal. Daar gaat het allemaal om. Afwegen op decentraal niveau. Nou, allemaal mooie woorden. Maar wat we ons afvragen is, ja, dat zegt het wetsvoorstel in feite ook, zoals het nu ligt. Vroegtijdig samenwerken met de omgeving. En dat zijn dan inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Vroegtijdig. Dan moet je niet twee jaar niks doen. Dus we moeten volgens ons aan de slag. Dat vergroot de kwaliteit van de besluitvorming en het draagvlak.
Dus niet een pas op de plaats maken, niet niks doen, maar aan de slag. 2018 duurt nog wel even, maar we hoeven niet met de voorbereiding te wachten, volgens ons. Het gaat immers niet alleen maar om wetgeving, maar ook om manier van werken, kennis opdoen, kennis delen en over samen nieuwe plannen maken. Vooral dat samen met de hele omgeving, die hele gemeenschap. Daar staan dan strepen onder. En dan komen er nog een paar vragen. Hebben we al een programmamanager? We hebben dus twee portefeuillehouders, maar is er een programmamanager? Is er een tijdsproces? Welke disciplines komen allemaal samen? Wat is ons ambitieniveau en hebben we ook budget vrijgemaakt of gaan we dat vrijmaken? Samengevat, sla de hand aan de ploeg, trek recht tevoren of anders nog weer gezegd, een goed en tijdig begin is het halve werk. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Dank voor het agenderen van het punt voorzieningen in de kernen. Bij het opstellen van het raadsdocument is dit als een opdracht gegeven aan het college om in deze periode tot uitvoering te brengen. In het stuk kunnen we lezen dat deze opdracht niet wordt uitgevoerd omdat er aansluiting wordt gezocht bij de omgevingswetgeving die wordt ingevoerd per 2019. We zijn het helemaal eens met het efficiënt besteden van tijd en geld, dus wat dat betreft zijn wij voor deze keuze. Waar we wel vreemd tegen aankijken is de samenhang die er gezocht wordt tussen de oorspronkelijke vraagstelling en de redenatie om uit te stellen. Want in het raadsdocument wordt eigenlijk alleen gevraagd naar het inventariseren van de wenselijkheid van de voorzieningen in de verschillende kernen van de gemeente. En volgens ons staat dat los van die omgevingswetgeving. Want wat die wetgeving ook mag gaan betekenen voor de gemeente, het staat los van de inventarisatievraag. Het is namelijk een onderwerp wat heel erg leeft binnen de raad. De afgelopen periode hebben we regelmatig punten naar voren zien komen. De pilot, Lemelenveld, consultatiebureaus. De raad is erg betrokken op deze delen. We vinden dus eigenlijk wel jammer dat het voorstel is om het door te schuiven. Er wordt aangegeven dat de implementatie van de omgevingswetgeving in oktober weer op de agenda komt. Maar dat is nog niet de inventarisatie zoals die in het raadsdocument wel staat besproken. Die inventarisatie die zal besproken worden tijdens het opstellen van de omgevingsvisie. En het wordt al aangegeven dat het geen 2016 zal worden, maar dat het ook rustig 2018 kan worden. En wat als de wetgeving landelijk zal worden uitgesteld? Gaan we dan nog langer wachten? Dus ik ben wel benieuwd naar de verwachting en de gedachten die het college hierbij heeft. Wij willen dan de komende periode dan ook goed op de hoogte gehouden worden van de voorgenomen wijzigingen. Alles met elkaar. Het is een informerend agendapunt. Wij begrijpen dat er vertraging is ontstaan door het niet doorgaan van de stimulans. We zien ook de extra druk die er zou komen op de organisatie. Maar wij vinden de voorziening in de kernen wel heel erg belangrijk. En we willen daarover dus ook de komende periode goed op de hoogte gehouden worden. En eigenlijk geen vertraging oplopen. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. De inventarisatie van de voorziening in de kernen wordt weer uitgesteld. Lezen we. En dit keer vanwege een aankondiging van de omgevingswet met een beoogd inwerkingtreden van 2018. Voorzitter, het stuk ademt uit dat we niet goed gaan weten wat die omgevingswet allemaal gaat doen en gaat betekenen voor ons. En bijzonder zelden vinden wij ook wel de conclusie die ook gemeentebelang betreft trekt, is dat we al die periode dan maar op onze handen gaan zitten. Niks gaan doen. Het stuk spreekt het zelfs uit. Ook bijzonder, vind mijn fractie, dat een citaatje uit het voorstel. Waar eerder de focus lag op een goede ruimtelijke ordening, verlangt de omgevingswet een bredere, integrale benadering. Nou, voorzitter, volgens mij proberen we dat al jaren na te streven. Dus niks nieuws onder de zon. Het inventariseren en nadenken over de voorzieningen ter voorbereiding op het maken van beleid is volgens ons helemaal niet strijdig met de omgevingswet. Sterker nog, is misschien wel randvoorwaardelijk. Beleid maken doe je namelijk even door vooraf na te gaan denken. Wat ons betreft, voorzitter, het is in ieder geval de wens om de stappen in hoofdlijnen uit te voeren. Dus de resultaten daarvan kunnen we dan misschien in een latere fase wel gaan oppakken. Maar we echt op onze handen gaan zitten en dus maar even naar voren schuiven,
gaat ons echt een stap te ver. Bijvoorbeeld, voorzitter, we hebben die poosje geleden gesproken over typisch Dalfsen. Centerbrand Dalfsen, moet dat in de ijskast? Gaan we op onze handen zitten tot 2018, deze raadsperiode? Want het is ook ruimtelijk, het is ook integraal, heeft ook voorzieningen in zich. Dus voorzitter, kunnen wij nu 2 jaar lang naar huis? Je zou het maar zo kunnen lezen als je dit voorstel leest. Dus wat ons betreft is het onwenselijk om een aantal jaren pas de plaats te maken en niet na te gaan denken over de visievorming. De raad heeft inmiddels het raadsdocument ook duidelijk deze kaders meegegeven en verzoek gegeven aan het college. Is het ook bijzonder om dat via een mededeling te moeten lezen dat het niet wordt opgepakt. Ik kan me voorstellen dat het ook anders zou kunnen. Maar voorzitter, als alle rode draad onderaan de streep bij zo'n college, maar ik denk ook zeker bij de raad, in ieder geval ook bij mijn fractie, maar zouden we dolgraag worden bijgepraat over de omgevingsvisie, zodat we ook kunnen meeconcluderen of dit de juiste conclusie is. Want eerlijk gezegd, voorzitter, het stuk roept mist op en zegt vervolgens, wij doen niks. En dat is ons net te kort door de bocht. Dank u wel, uitslag meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, ik sluit eigenlijk wel aan bij de uitslag. Want de beleving die ik erbij heb is dat hier ons de keuze min of meer ook wordt ontnomen om maar iets ervan te vinden. Want versnellen kan niet, staat er letterlijk in. En voor het overige is de capaciteit er niet voor. Dus ja, dus we hebben het in eerste instantie maar even geduid als een mededeling van het is zoals het is. En neem het maar zoals het komt. Maar het bevreemdt natuurlijk toch wel een beetje dat we dit 2 jaar geleden in het raadsdocument opnemen. En dat we nu moeten lezen dat we 2 jaar gaan uitstellen om dan er eens naar te gaan kijken. Dus dat voelt toch niet helemaal zoals het hoort, laat ik het maar zo zeggen. En een vraag die we daarbij hebben is bijvoorbeeld, betekent dat nou dat we al die gedachten die er zijn geweest rondom de servicepunten in Lemmelenveld en Nieuw-Leuzen, dat we die even in de koelkast zetten? Dus dat houden we voorlopig even in stand. En consultatiebureaus laten we het daar helemaal niet over hebben, maar blijven die dus gewoon in stand? Gaan we allerlei dingen gewoon laten voor wat het is? Ja, en we kunnen toch ook niet helemaal goed snappen hoe het nou het kan zijn dat de sociale cohesie, die we ook proberen met voorzieningen in de kernen te versterken, hoe die nou in één keer in de omgevingswet moeten worden opgenomen, of liever gezegd in het plan wat u moet maken op basis van de omgevingswet, moeten worden opgenomen. En dat dus 2 jaar moet wachten totdat die wet er eindelijk is. Ik vind het redelijk onbegrijpelijk. Dus dat leggen we nu maar even op tafel en ik hoor wel even wat de reactie van het college erop is. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer De Graaf, D66. Ja, een korte reactie. Het lijkt ons in eerste instantie logisch de voorgestelde aanpak te volgen. We vinden het in ieder geval, het is al gezegd, belangrijk dat de Raad vanaf het begin meegenomen wordt in de ontwikkelingen van de omgevingswet, zodat we inderdaad kunnen snappen waar het over gaat en daar ook onze inbreng bij kunnen hebben. Met name de Raad dan, want daar hoor ik niet bij. Maar niks doen is geen optie. Voorzitteren op de ontwikkeling is wat ons betreft voorliggend en dat lijkt ook de opdracht, dat zou ook de opdracht moeten zijn aan het college. Dank u. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Schuring, VVD. Ja, dank, voorzitter. Op zich integraal met een wat moeilijke wet die eraan lijkt te komen. Dat integraal lijkt me prima. Het is een compleet ingewikkeld verhaal wat onze kant op gaat komen met de omgevingswet. Ook daar is al veel onze kant over opgekomen. En ik heb ook begrepen dat we daar misschien wel wat in meegenomen gaan worden. Ik ben ook wel benieuwd of het college daar al een idee over heeft hoe we daarin meegenomen gaan worden. En dan is dit een klein onderdeeltje ervan. En zo hebben we het al eventjes genoemd, dat de inventarisatie van voorzieningen dan dus blijkbaar maar even in de wacht gezet wordt voor implementatie van de omgevingswet. En ik zat me eigenlijk af te vragen of er überhaupt een kans is dat de inventarisatie niet nodig zal zijn voor het implementeren van die omgevingswet. En anders, ja, meestal is inventarisatie komt vooraf, dus dan kan ik me niet zo goed voorstellen waarom we die dan uit moeten stellen. Zeker omdat de wens vanuit de raad gesteld is. En vragen over voorzieningen, die hebben we hier continu voor liggen. En dat doen we dan ook min of meer niet integraal op dit moment. Ik bedoel, we hebben net weer een renteloze lening gegeven. Voor een voorziening, wat we belangrijk vinden. Dus ik zit ook nog wat ongemakkelijk in het feit dat het nu naar voren geschoven wordt, of naar achteren geschoven wordt, omdat er iets aan gaat komen waar we nog niet precies weten wat de scope is. Maar waar ik in ieder geval het gevoel van heb dat deze inventarisatie van de voorziening hoe dan ook belangrijk gaat zijn.
ik ben wel benieuwd of de wethouder dat ook zo ziet. En ja, of we hem dan misschien toch wat vooraan kunnen zetten. Dank u wel, meneer Schuring. Wie van de wethouders mag ik het woord geven? Meneer Van Martels. Ja, voorzitter. Ik zal als eerste het woord voeren over dit punt. Proef wel een beetje dat er nu de indruk is ontstaan dat we helemaal niks meer gaan doen. Nou, dat is verre van de bedoeling. We willen wel degelijk aan de slag gaan, maar we willen graag aan de slag gaan met die omgevingswet. En wat is nou de bedoeling van die omgevingswet? Die heeft een fysieke component, maar ook een heel erg sociale component. En het gaat over het invullen van maatschappelijke functies. En we hebben in het verleden wel eens verwijt gekregen als we zaken enkelvoudig aanpakken. Betrek nou ook de fysieke omgeving erbij. Ga het nou integraal aanpakken. En dat is nou juist datgene waar wij ook voor kiezen. Laten we het gewoon parallel lopen aan elkaar. We weten dat die omgevingswet eraan zit te komen. Eerlijk is eerlijk, we weten nog niet precies wat er van ons wordt gevraagd. Want er zijn af en toe wel eens wijzigingen van de overheid die zegt van dit en dat moet er allemaal in die omgevingswet staan. Maar we weten één ding zeker, het fysieke en het sociale moeten bij elkaar gebracht worden. Nou, dat wetende willen we daar dolgraag mee aan de slag gaan. In oktober dit jaar weet u al een heel stuk meer, want dan is die implementatie van die omgevingswet, die wordt aan u aangeboden. En wat is nou mooier dan in ieder geval ook daarbij sociale componenten te betrekken? Dat willen we ook heel graag doen, dat zal ook aan de orde komen. Alleen het is te vroeg om nu alleen inventarisatie te maken van de wenselijkheid van voorzieningen, want dat vergt nogal wat. Daar zouden we nu al mee kunnen beginnen. We hebben in het stuk gezet dat de ambtelijke capaciteit daarvoor op dit moment ontbreekt. Maar dat is niet het belangrijkste aspect. Het belangrijkste aspect is het feit dat het gewoon geen logische gedachtegang is om dat nu al te gaan doen. Laten we het gewoon parallel lopen. Dan weten we naarmate de tijd vordert ook meer wat er van die omgevingswet, wat er van ons wordt gevraagd. En dat is voor ons de reden geweest om te zeggen van laten we nou even die wat tijd winnen ook. Laten we kijken wat er van ons gevraagd wordt binnen die omgevingswet. En dan kunnen we ook veel beter een integrale afweging maken. Misschien mijn collega Klaas Schikkelaar nog wat aan toe te voegen. Ja, kort. Ja, op zich, voorzitter, zoals de collega Van Martels het verwoord, zo is het in grote lijnen. Die omgevingswet is niet niks. En die zijn met name ook de ChristenUnie, die vroeg ook van, ja, waar gaat de omgevingswet over en wat moeten we daarbij zien? Nou, wat dat betreft, 26 wetten en regelingen vanuit de fysieke leefomgeving worden één wet. En daarbij enkele uitvoeringsregelingen gebracht. En al met al wordt gestreefd naar evenwichtige inrichting van die openbare ruimte. Het hele gebeuren erbij. Maar het is van, iedereen zit nog zo te zoeken in het hele gebeuren op die omgevingswet. In de wandelgangen wordt ook gezegd dat met name door de invoering van die nieuwe omgevingswet, dat zal nog vergaande gevolgen hebben dan die decentralisaties van de idee's die we achter de rug hebben. Dus iedereen is nog aan het zoeken. Iedereen weet nog niet hoe dat precies geïnterpreteerd mag worden. En die zin van kort geleden is hier ook in een voorstel in de raad geweest dat wij met name ook een verzoek hebben gericht tot het ministerie. Dat wij bij spreken alvorens dat die wet van kracht wordt, dat we daar alvast mee mogen oefenen. En daar willen wij dus ook u als raad daarin meenemen. Dus wat dat betreft, er zijn er zoveel onzekerheden dat we zeggen van het is nu beter. Met name, vooral als het over zaken gaat met voorzieningen in de kernen, dus de fysieke leefomgeving. Maar wacht even tot oktober dat er meer bekend is hoe we ermee omgaan. Landelijk worden met name voor ons als wethouders en ook voor de ambtelijke verschillende bijeenkomsten georganiseerd over dit hele gebeuren. Zodat we in oktober meer zicht hebben en zodat we in 2017 er actiever mee aan de slag kunnen. Want we willen niet graag het huiswerk twee keer overdoen. En natuurlijk zijn er ook onderwerpen wat ik met name genoemd is over, met name door de heer Wildvank, wat gebeurt er dan met de servicepunten, wat gebeurt er met de consultatiebureaus en dergelijke. Nou, daar heb u als raad een besluit over genomen. Maar wat dat betreft, wij willen graag bij spreken voor kwaliteit gaan en zaken in één keer gaan doen. En met name in het hele proces, ook met de nieuwe omgevingswet, u als raad daar heel nauw bij betrekken, omdat straks bijna alles wat hier in de raad komt, heeft een link met die omgevingswet.
En daarom is het belangrijk dat wij voor zorgvuldigheid gaan en nu niet op stel en sprong dingen aanpakken die we misschien straks ook weer moeten doen. Dat aangaande mijn bijdrage, voorzitter. Dank u wel, wethouders of wethouders. U geeft aan dat het oktober wordt wanneer of die omgevingswet hier weer binnen de commissie, de raad wordt gebracht. Maar ik beluister in deze commissie toch ook wel dat we eigenlijk wel bij de hand genomen willen worden. En is dan oktober dat de eerste moment of zal die eerder plaatsvinden? Wat de omgevingswet aangaat, zodra er bij meer over bekend is, willen wij u als raad erin meenemen. Want we vinden het gewoon heel erg belangrijk. En het is met name een van de vorige vergaderingen ook door mij aan de raad toegezegd. Maar we zullen daarmee aan de slag moeten, we zullen daarmee moeten oefenen. Ik kan u wel vast verzekeren, het is niet een makkelijke operatie. Nee, dat wil ik graag. Voorzitter, mag ik daar nog één opmerking over maken voordat u het helemaal afconcludeert? Ik snap wel dat het één ronde is, maar volgens mij is dat een vervolg nog van die eerste ronde. Volgens mij is het de VNG die zegt dat je juist vroegtijdig moet samenwerken met je omgeving. Als ik tenminste stukken goed heb gelezen. En die zeggen, ja, het gaat erom dat de inwoners, ondernemers en belangenorganisaties samen worden gebracht. En dat je in een vroeg stadium met elkaar het gesprek voert over, en dat is volgens mij de sociale component, over al die voorzieningen in die kernen. Dus ja, ik snap totaal niet waarom we moeten wachten op die omgevingswet. En dat uitstel bij de hand nemen is bijna met de handen wegduwen en vooruitduwen. En ja, volgens mij constateren we dat met z'n allen. Dus ik wil die strepen nog een keer onderzetten. Vroegtijdig aan de slag. Duidelijk. Vandaar ook mijn vraag van de agenda is in juni druk. Maar worden wij al eerder bij de hand genomen om hiermee verder te gaan? Wat de omgevingswet betreft gaan we vanuit oktober. Hou dat eerst maar eens aan. Want in principe van, wij hadden liefst graag veel eerder al wat willen weten. Maar die informatie hebben we ook niet gekregen. Het is een hele brei. En zelfs op alle niveaus wordt er nu mee geworsteld. Dat geeft al aan hoe complex die situatie is. Meneer Uitslag. Ja, voorzitter. Ik hoor het allemaal zo aan. En ik geloof dat ik het begrijp. Aan de andere kant bestaat voor de vergadering, de raadsvergadering in april, mededeling van hetzelfde college, ook van dezelfde heren geloof ik, over een ruimtelijk project, hè, waar zelfs subsidie wordt gevraagd, effectuering ruimtelijk beleid. En wat wordt samengevat in drie pijlers, welzijn, welvaart en omgeving. Nou, dit zijn allemaal termen die volgens mij, ik heb u horen zeggen, als omgevingswetmateriaal. En toch wordt hier, gaan we hier vrolijk aan de slag met de centrumvisie voor Dalfsen. Gelukkig, hard mee eens. Alleen, ik begrijp uw argumenten in één keer een stuk minder. Of dit kan niet, of hetgeen wat u zojuist verteld hebt, moeten we met een korrel zout nemen. Van, het is inderdaad moeilijk, maar we hebben even geen tijd en we zouden dat graag aan willen koppelen. Dan begrijp ik hem wel. Maar ik kan het nu niet goed rijmen. Straks binnen 2 weken dan krijg ik een andere vraag van het college. Die wel degelijk aan de gang gaat met een ruimtelijk verhaal. Dus ik snap het gewoon echt niet, oprecht. Meneer Van Martens. Ja, dank u wel. Het is niet zo dat we projecten waar we aan eerder al mee begonnen zijn, dat we die helemaal stilleggen. We leggen trouwens helemaal niks stil. Het is alleen waar we voor pleiten is van dat het heel logisch is dat als we eenmaal in beeld hebben wat die omgevingswet van ons vraagt, dat we dat parallel gaan trekken met de sociale ontwikkelingen die we graag willen zien in onze gemeente. Dus in die zin zouden we het heel jammer vinden als we dingen zouden moeten overdoen. Dus vandaar ook de wens, en ik hoor het signaal van u ook heel duidelijk, van dat u enorm grote behoefte heeft om die inventarisatie van de voorzieningen wel in beeld te brengen. Maar laat ik in ieder geval wel beloven dat in oktober, als die implementatie van de omgevingswet ter tafel komt, dat we ook hele nadrukkelijke uitspraken zullen doen over hoe we dat dan vorm willen gegeven zien worden. Over die sociale component. Want ook al zouden we vandaag besluiten van dat we die inventarisatie alsnog willen zien, dan is dat ook morgen nog niet gereed. Daar hebben we heel wat tijd voor nodig. Dat is gewoon toch wel een vrij omvangrijk project waarbij we ook maatschappelijke partners
moeten gaan bevragen van wat wenst u, wat wilt u. Het komt erom neer wat is beschikbaar, wat is nodig en wat is gewenst. En dat is een heel een traject wat gewoon intensief is. En ook al besluiten we dus vandaag om het te doen, dan is morgen het antwoord nog niet gegeven. Ik heb uw geluid gehoord van de raad, van de complete raad, want dat die behoefte heel groot is. Laten we nou gewoon proberen in oktober bij die implementatie van de omgevingswet ook iets meer te gaan zeggen over de sociale componenten van. En dat zou ik willen voorstellen. Dan nemen we ter dege uw geluid mee en dan hopen we er een passende manier een oplossing voor te vinden. Ik denk dat het op dit de meest praktische oplossing is. Want ik kan het op zich op dit moment niet mooier maken dan het is. Dus dit is wat mij betreft. Meneer Van Leeuwen, u wou nog aanvullen? Nou, ik wil nog even een ander licht op de zaak werpen, want ik heb de discussie gehoord en ik begrijp de mensen allemaal heel goed. En hoewel ik niet als portefeuillehouder ben genoemd, wil ik u er wel op wijzen dat als wij de discussie aangaan over de voorzieningen, noem het basisvoorzieningen, die wij wenselijk achten in de kernen, dat daar meteen een tweede discussie achterweg komt waar ik wel verantwoordelijk voor ben. En dat is een financiële. Want dat betekent dat u ook zich bewust moet zijn wat de financiële consequenties zijn van deze keuzes. En voordat we die in kaart hebben gebracht, zijn we echt eventjes wat verder. Dus dat wil ik mijn collega's nog even als steun meegeven. En dan willen we dat heel graag, zo'n overzicht, bij u neerleggen. Ik geef een voorbeeld. Zwembad Nieuw-Leuzen, 450.000 euro. Zwembad Dallassen, 450.000 euro. In de mozaïek wel zijn ouderen. Wat doen die per jaar? 80.000 op dit moment. 80.000, ja. Dat zijn de keuzes waar u dan voor komt te staan. En dat is terecht. Daar bent u ook voor aan. Voorzitter, mag ik daar even daar bent u ook voor ingehuurd. Dat is ook helemaal volkomen terecht. Maar ik wil wel dat u die consequenties erbij meeneemt. Begrijp ik nou dat de keuzes nu al aan ons voorgelegd worden? Of, Nee, die worden u niet voorgelegd nu. Ik wil graag dat die erbij zijn, die financiële consequenties. Want dat heeft ook gevolgen voor de bevolking. Bijvoorbeeld voor wat betreft de OZB. Het klinkt een beetje dreigend zo van let op. Het is niet dreigend bedoeld, het is bedoeld als ondersteuning van mijn collega's. Dat het niet is van wij zeggen van we gaan dit doen en het heeft geen consequenties. Want die heeft het namelijk wel. En dat moeten we ons heel goed realiseren. Oké, okay, voorzitter, dat ondersteunt juist het verzoek van de raad. Wat u nu zegt. Het heeft financiële consequenties, dat heb ik ook in het rijtje genoemd. Wat voor budget maken we vrij? Dan moet je daarvoor over het ambitieniveau spreken. Dan moet je daarvoor spreken over de wensen in de kernen. Dan moet je daarvoor in de kernen aan de slag gaan met de mensen om erover te spreken. Dus juist wat u zegt betekent, haal het naar voren, schuif het niet op. Ik ben het volledig met u eens. Dat is ook wat collega Van Martel zei. We zitten niet stil, we moeten ermee aan de slag. Willen we in 2018 met een integraal passend voorstel kunnen komen? Voorzitter. Maar het onderwerp consultatiebureaus komt in september weer op de agenda. Dus dat is wel goed om te horen, denk ik. Dat is in ieder geval de terugkoppeling daarvan. Dus wat dat betreft is het niet zo dat we genomen besluiten en in de agenda hebben gezegd dat die helemaal van tafel zijn. Integendeel, dat gaat gewoon door. Meneer Uitslag, u wou nog één keer. Ja, voorzitter, dank u wel. Met deze toelichting van, we gaan toch niet stilzitten, we gaan van alles doen. De korrel zout die toegevoegd is aan de paragraaf vervolg, waarin staat dat er geen separate voorstellen over voorzieningen in de kernen meer worden voorgelegd. We krijgen het consultatiebureau weer binnenkort te zien. Dus met schrappen van deze zin, al is maar voor de bühne, kunnen wij wel verder. Dan begrijpen we dat het college hard het werk gaat en dat we de periode die ons nog rest, in deze raadsperiode, niet op onze handen gaan zitten, maar juist actief de dialoog gaan opzoeken. Heb ik het goed samengevat, voorzitter? Volgens mij perfect. Maar meneer Wolfgang wil nog wat zeggen. Ja, ik wil nog één keer reageren op wat de heer Van Leeuwen net zegt. Van ja, kijk, alsof een raad zich niet realiseert dat de keuzes die ze te maken hebben ten aanzien van de voorzieningen die in de kernen zijn, dat financiële consequenties kan hebben. Ja, natuurlijk. Sterker nog, door daar keuzes te maken kun je wellicht zelfs geld in de tas houden. Ik bedoel, het kan ook zijn dat je hier en daar slimmer en dus zuiniger omspringt met je geld. Dus ik vind zo'n
opmerking niet alleen overbodig, maar hij disqualificeert de raad ook een beetje, alsof ze niet snapt dat de eigen keuzes ook soms financiële consequenties hebben. Ik vind het prachtig dat u de handschoen oppakt, namelijk dat keuzes die u maakt ook geld zouden kunnen opleveren. Dat vind ik een hele mooie van u. Oké. Okay, zat er toch nog wat vuur in de staat van deze vergadering? Daar wil ik niet zeggen dat het in andere agendapunten niet het geval was. Het college heeft te maken met een commissie die eigenlijk heel snel wil en op tijd bijgesproken wil worden, informatie wil krijgen. Mocht er tussentijds wat zijn, dan zullen we dat ongetwijfeld krijgen. U blijft niet op de handen zitten, zoals al gezegd is. U gaat niet stil zitten. En we krijgen het nodige op de agenda. Dus daarmee wil ik dit agendapunt afsluiten. Meneer Uitslag memoreerde het, denk ik, heel samenvattend. En daarmee is dit agendapunt. En gaan we verder met punt 9 van de agenda, vaststellen besluitenlijst, de dato 7 maart 2016. Wie heeft daar op- of aanmerkingen over? Niemand. De besluitenlijst 14 maart, ook niet. Deze de vergadering als agendapunt nummer 10. En ik wens u een prettige avond.